En ik draai deze er even onder. Juppie! Zo. Het is een beetje bewegen. Bewegend beeld. Zo. Ik heb het idee dat ik had ook een beetje in de mensen. Hartstikke idee, hartstikke mooi. Hartstikke fijn. Nou, dit doe ik dus eigenlijk allemaal voordat ik ga vloggen. Dus ja, geen nagaan. Maar nu krijgen jullie alles dus in principe wat meer lijf mee. Even groeperen op meer. Dan gaan we even kijken naar afmeting. Deed ik. Afmeting. Oké. Beeld. Grootte heb ik toch allemaal graag. En dan wil ik sorteren op afmeting. En dan wil ik hier even kijken. Hoe deed je dat ook alweer? Even kijken. Groeperen op meer. Ja, I know. Even naar de T van type. Je kan ook gewoon harder praten hoor, in plaats van type. Volgens mij stond er iets bovenaan met type. Moet even kijken. Ja, maar die is... Nou, verwijst op type grootte. Groeperen op type. Ja! Kijk, heb ik nu al 20. Oké, dan gaan we deze even doen. Hier naartoe alvast. En dan gaan we daar naartoe. En dan komt er nu alweer een filmpje aan. Je bent iedere keer een breedje erbij. Ja? Als je aan het opnemen bent, weet je aan het editen bent. Maar dat kan nu niet, want je bent niet klaar. Nee, dus dat weet ik. Je bent nog klaar. Hè? Huh? Je bent nog klaar eigenlijk. Nu nog niet. Maar dan kan ik wel even alvast kijken van hoe lang ik al heb, want dan kan ik dat al zo meteen even zeggen in de live chat. Oké, dat is goed. Van, ik heb nu 20 filmpjes. Van 8 minuten. Van 8 minuten en 40 seconden. Oké. Ja. Yeah. Waarom ben jij zo? Wat wil je zeggen? Je lag er even uit, vriend. Heb nu al 20 filmpjes van een duur van bijna. Ja, maar ik heb ook één vlogje, eventjes een paar filmpjes even iets korter op moeten nemen. Omdat ik dus Marlotte inging. Oké. Dus ja. Dus gemiddeld 6 minuten. Nee, maar gewoon. Ik heb nu al bijna 20 film. Film. Pjes van een duur van bijna 8,20 minuten. Ja toch? Zo toch? Ik ga misschien wat even stoppen. Ik ga misschien wat even stoppen. En nu ben ik bezig met de 21ste. Omdat ik dan lekker in de WhatsApp groep kan. Dat vind ik even chillen. Kan ik lekker op de bank hangen. Misschien op de Zoom. Dus ja, het is oranje. Dat is oranje. Dus, mensen, ik ga er bijna mee stoppen man. Laat ik dat maar doen. Nou, als je gewoon wil stoppen, moet je het doen. Even kijken, waar staat die? Ik kan niemand anders de livestream overnemen. Als je de vlog wil. De livestream wil stoppen. Gewoon doen. Nee, doen. Dank je. Is moeilijk hè, typelen. Ja, is heel moeilijk. Erik Jan TV wil vast wel verder gaan met live streamen. En ik hoop... Ja. Moet wel.
zal even Christen ook even antwoorden. Ik zal even moeten, hè. Ja, ik hoop dat jullie het zo leuk hebben gehad hier. En weet je, de volgers die nu kijken... even kijken waar ze staat. Iedereen van de squad. Hallo, oh, nou, kijk mijn beeld als weer aan. Dat heb ik overdag niet. En ik ben nu aan het vieren. Nou ja, kan beter. Drie uur en drie minuten. Ik ben er een beetje klaar mee. Eigenlijk, eerlijk gezegd. En het ligt niet aan jullie, maar... En de wekker ging serieus 5:30. Dus 5:30 die wekker. Ja. Niet meer veel, dus ja. Ja, ik ben voor vroeg, zeg maar. Dat komt goed. Zo. Maar ja. Ik ken het wel. Nee. Kijk, jullie zitten in de squad, hè, dus dat is dat geen probleem. Dat is mooi. En ik ga denk ik even stoppen, dames en heren. Ja, nou ga. Als jullie het goed vinden, ga ik stoppen, omdat ik kapot, drie uur en drie... ik heb het weer lang volgehouden, vind ik zelf, langer dan een uur. En ja, het is heel simpel, als ik niet meer kan, of als ik er geen zin meer heb, Dan geef ik er een toe. Je niet te verantwoorden, schat. Maar dan stop ik het best. Je kan beter stoppen als je er geen zin in hebt. Dan geforceerd door. Dat deed ik vrijdag. Heel eerlijk. Ja. Toen deed ik 7,5 uur. Dat deed ik nooit meer zo lang. Goeie dag. Ik ga gewoon een werkdag. Maar dan stop ik hem. Denk. En ik zal even checken wie van jullie er nog zijn. En als het iedereen is die is. Dus ik had zitten en denk ik, nou ja, ik kan beter stoppen. Ja, dat is het geval. Dus ik ga stoppen, dames en heren. Ik zie jullie zo op de app. Goed? Ik zie jullie allemaal zo op WhatsApp. Dan kan ik lekker even chillen. Lekker met de app. Nou! Heerlijk. Ik ben blij dat jullie dat van mij kunnen hebben. En de 25 duim omhoog. 26. En deze komt gelijk online zo meteen. Ja? Dan zie ik jullie zo op de WhatsApp. En Jamie, ik spreek je zo achter. En Jacqueline ook. En Roderick ook wel. Ik zie... Ja, toen waren we even wazig. En toen waren we weer terug. Sorry, ik had het even niet in de gaten. Ik jij ook niet. Nee. Ik ben binnen van Roderick. Het Mr. Storm. Misschien kan iemand het livestream overnemen, maar ik denk niet dat iemand dat gaat doen. Maar ik ga in ieder geval stoppen en wat een ander doet vind ik prima, daar kijk ik graag mee. Maar ik ga toch echt stoppen, dames en heren. Bedankt voor het kijken naar deze livestream. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie gekeken hebben en heel lang. Ik waardeer elke vorm van positiviteit. Maar ook precies, precies. Maar ja, wat heb jij allemaal vandaag gedaan? Want... Vertel het eens. Je hebt nog 18 seconden. 18 seconden, nou ja. Nee, joh, strakjes weer even in de andere. Met Max gelopen, post bezorgd, toen terug naar huis. Max opgehaald, nog een keer post gaan bezorgen. Ja, rustig aan. En door het bos geweest. Rustig aan. Zo, wat heb je gedaan vandaag? Met de Max naar buiten geweest, de hond, Husky. Ja. Sally. Toen heb ik jou geappt van ik ga naar buiten. Ja. Toen zat ik met jou aan de telefoon. Toen kwam ik die man tegen van de standleidingen die gerenoveerd gingen worden. Die wilde een sleutel hebben van het hok naast het stookhok. Ja. Toen kreeg ik een belletje van moeder van ja, ik kom ook nog langs. Ik, ja, maar ik moet gaan lopen met Max. Dan kom ik wel even langs. Nou. Ja. Dus die heeft Max ook even gezien. En wat vond ze even, Max? Vond het een mooie hond. Mooi? Ja, heel mooi. Stop. Mooi print. Oké. Okay. Het verhaal wel. Ja. En dan ging ik boodschappen doen. Dat had ze gisteren nog niet gedaan. Ja. Alweer. Je moet wel even nu even in de gaten gaan houden. Wacht heel even hoor, sorry. Oh nee, dat is van die. Oké, even kijken hoor. Kijk, we zijn in het bos in geweest, toen post gaan bezorgen. En Max is heel netjes naast het karretje blijven lopen, naast mij met in de buurt.
ook netjes aan de stoep wachten. Van oké, zitten wachten. Gaan je voet volgen, oversteken. Netjes meelopen. Ja. Niet trekken. Slappe lijn. Kan met een duim kan ik die lijn vasthouden. Ja. En geen gedonder. Ja. En toen naar jou toe. En heb je al wat gegeten zo, of niet? Ja, ik heb nog geluncht, ja. Ik vraag, heb je gewoon al gegeten? Maar ik zoals, heb, zo ja, zo wat heb jij gegeten? Ik heb ook een beetje met kaas, voordat ik ging boslopen. Ja. Moest even kijken, ja. Vertel. Want ik heb een boterhammetje met kaas, toen ben ik gaan postlopen. Toen bleek dat er geen karretje was, toen ben ik op de fiets gegaan in 2 keer, de eerste wijk. De tweede wijk was er weer een, tenminste het tweede deel van de eerste wijk was er weer wel een karretje. Toen heb ik met karretje en met mijn scoopmobiel gedaan, met een hoeverbord. Toen ben ik terug naar huis gegaan en zei van nou, deze wijk snap ik totaal niks van. Nee. Want het kaartje van de wijk was heel anders dan de wijk zelf. Dus dat klopt dan ook weer helemaal niet. Nee. En de post die in mijn tas zat voor de wijk die ik moest doen, die bleek dus te zijn van nou, waar ik zelf woon. En waarom is het niet meer wazig? Kijk, nou dan moet je even in en uitzoomen. Maar dat doe ik dan wel eventjes voor je. Want je hebt een van die grote boerenhanden. Ja, heel veel. Gaat hier. Heel veel boeren. Maar ook dat hoort erbij. Maar die grote boerenhanden heb ik, ja. Ja, en gewoon even normaal praten, alsjeblieft, dankjewel. Even denken, toen ben ik naar huis gegaan met het kaartje met post. Toen heb ik met Max opgehaald. Van Max ga je meelopen. Max was helemaal blij dat ik er weer was. Ja. En is heel netjes naast mijn kaartje blijven lopen. Mooi, ja. In de buurt, tenminste voor mij. Max even wachten, dan mag ik netjes zitten. Even een beetje ruiken in de buurt. Mm-hmm. Nu even naar de overkant, Max ga je mee, dan mag je netjes wachten, dan heb je dit. De hele route gedaan. Toen nog terug naar het depot. Het kaartje weggebracht, fiets opgehaald, met Max naast de fiets gelopen naar het laatste stuk van de tweede wijk. Ja, ik ga nog wat doen voor je, want anders dan, want jij moet je ook nog even inschrijven. Toen weer... Let even op trouwens. Sorry, maar ik ga hem weer even onderbreken, want hij moet even opletten. Opletten. Kijk, nu ga je dus even hier al naartoe. Dus hè? Ja, luister dan eens even. Als je met je handen ervoor... Ja, nou, dan ga ik daar naartoe. Ja. Ga ik daarop klikken. Ja. Ja? Ja. Dan ga je naar... dat is heel fijn. Dat is heel fijn. Doei mensen. Even kijken naar info. Even kijken of dat goed is hoor. Ja. Even kijken. Zie al. Hier ook. 4 februari. Dat is een zondag toch? Ja, dat is een zondag, ja. Nou, dan ga je op gaat doen. Ja. Ja, mooi. Dan gaan we even een stuk terug. Want hier ook staat er bij mij ook. Huskiedag. Zondag 4 februari om van 12:30 tot 16:00. Uh-huh. Dus dat is lekker lang. Yeah. Kunnen ze lekker moe worden. Kijk, 15 berichten. Jammer. Nee, ga eens even pleiten of zo. Even kijken, waar is dit? Alfa aan de Rijn. Ze zijn echt gevaarlijk, die wolf. Ja, is bekend. Daarom melden ze het als we komen. Daarom, dat doe ik. Zeg dan even ja. Dank je. Ja, is bekend. Daarom melden ze het als we komen. Daarom nogmaals het verzoek. Ruim alles netjes op. Dus ook als een andere husky poept, gewoon even opruimen. Ja. Ja. Want er zijn ook fotografen die daar ook bezig zijn. Die kunnen dan niet opletten. Ja. Ja, dus gewoon op. Ook al is het Max niet en je ziet iemand anders een hond poepen, gewoon even opruimen. Daar zijn ook zakjes voor, dus maakt helemaal niet uit. Ruim alles nou eens op. Geef ze geen reden om te klagen over de huskygroep. We betalen allemaal 2 euro per hond. Ja. Voor de pot. Kopen frisdrank en uiteraard de cheeseburgers. Allemaal voor de pot van de speeltuin. Dus beheerders zijn wel erg blij dat we komen. Dus van die 2 euro die dus in de pot gaat, kunnen hun dus weer voor ons cheeseburgers en wat drinken halen. Oh, okay.
Oké, top. Dus ook jij moet dus even 2 euro... Ik zal wel noteren op het bolletje. Ja? Maar wel gewoon wel even dat je het weet. Ja, 2 euro per gaan. Jep. Dus dat wordt dus ook gewoon met en met dingerst. Ik dacht zoiets rond de 16 weken, ja, en iets eerder, iets later, kan dus, oké. Gaat het dan maar piepen? Dat is mijn vraag eigenlijk. Ja, maar ik denk het wel. Ja, maar mijn langste vlog is 2 uur en 29 minuten. Er komt nu alweer 2 vlogs erbij. Wat doe jij nou? Zeker. Nee, dat doe je dus niet. Maar hij moet even in, want hij is niet... Rauw. Hij is bezig met inladen. En jij... Laat even mijn ding doen, alsjeblieft. Goed. Ik ben nat gewoon niet lekker in mijn vel. Dus laat gewoon alsjeblieft lekker mijn dingetje doen. Okay. Ja, dankjewel. Okay. Graag. Dankjewel, top. Ik dacht jou juist te helpen. Maar... Nee, op dit moment help je me daar even niet mee. Want dan moet je het even zeggen van elkaar. Ik sla hem even op. Je doet iets wat ik dan even niet weet. Okay. Dankjewel. Ja, sorry. Ik zit gewoon eenmaal even niet lekker in mijn velletje. Ik heb nu al... dit wordt mijn derde week. Heb ik even geen hulp. Qua... hou even je mond, Ro. Ik ben even aan het praten. Dankjewel. Normaal dan zet ik hem dus uit. Met dit soort dingen, maar dat mag dus nu niet. Nee. Fijn. Wat was ik? Oh ja. Dit is dus nu al mijn derde week. Dat is dat ik dus nu even geen hulp krijg qua begeleiding. Dus het zit me niet wat hier, maar het zit even verder boven. Ik kan heel weinig hebben, dus ja. Dus ik ben een beetje snel aangebrand, et cetera. En nee, niet even van de koekenbal, maar gewoon mijn humeur. Is gewoon niet echt lekker. Maar oké. Hoort er helemaal bij nu even op dit moment. Kan er ook even niks aan doen. Kan je er niet tegen, heb je pech. En dan geef je mij maar gewoon een... Kan je er niet tegen, heb je pech, heb ik pech. En dan geef je me maar gewoon een blauw duimpje omlaag. Helaas. En dan heb ik gewoon kijkhaat. Dat is ook prima. Maar daar komt er ook nog eens een keertje een vlog over hoor. Kijkhaters, leuk. Joehoe. Nat. Eens even kijken. Real materiaal. Vlog. Challenge, toch? Ja. Vlog de langste vlog. Weet ik veel. Ik vind het even prima. 127. Opgeslagen. Kijk. Dat is mooi. Dus even kijken wat kijk, kan jij dan weer... welkom. Ik weet niet hoe ik jouw naam moet uitspreken. Ik heb ook nu even nog geen zin in om mijn alles af te gaan luisteren. Daar staat mijn kop niet naar, jongens. Sorry, excuse-moi. Want ik brand hier Roderick ook al af voor de camera. Ja, voor mijn langste vlog. Die is al nu al hoe lang... 2 uur en 29 minuten en 1 seconde op dit moment. En dan heb ik alweer 3 video's gedaan. Nu ben ik nu bezig met de derde video van 8 minuten en 40 seconden. Joehoe. Ik ga dus nu en naar de 3 uur. Lekker peu. Wat? Wat? Ik goed. Wat? Vind je goed? Alleen mijn batterij is ook bijna weer leeg, dus ja. Oké, dat is minder. Ah joh, maakt niet uit. En waar haal je die 2 uur 29 minuten en 1 seconde vandaan? Maar Jamie Blom, als ik het goed uitspreek, welkom in deze groep. Welkom. Hoe bedoel je? 2 uur 9, oh dat staat daar. 669. Want? Zag ik even niet. Dus kun je nagaan wat ik allemaal alweer heb gedaan hoor. Qua... 2 uur, ja, gaat lekker. Oh ja. Maar je was verder aan het verhaal vertellen met Max en met postlopen? Nee, dat is klaar mee.
Daar was je al klaar mee, ja. En toen kwam je hier, ja. Toen heb ik chocola voor jou gemaakt. Ja, en ook voor jezelf, oké, top. Inmiddels ook voor mezelf, maar dat is niet in beeld gekomen. En we hadden het natuurlijk over multitasken, hè, Axe. Axe bedoel ik, ja. En ja, weet je, Axe, ik denk dat mannen heel goed kunnen multitasken. Ik denk zelfs dat we de vrouw kunnen overtreffen met multitasken, omdat wij... Ja, naast dat we onze handen en voeten gebruiken, ook ons hoofd gebruiken. En ja, vrouwen ook. Maar die... En ook je lul. Die denken over. Die zijn heel verstandig, hoor. Uit je nek lullen. Maar wij doen het wat, pak het anders aan, hè. Toch? Of niet? Hè? Maar, ik bedoel, geen haat tegen wie dan ook, hè. Maar Jamie, ja, dat is het verschil tussen man en vrouw. De vrouwen zijn denkers. En tenminste, dat denk ik. denk ik. De mannen zijn meer de doeners van, oké, we fixen het wel. En vaak lukt dat ook niet. Maar goed. Je spreekt jezelf tegen. Ja. Hé, Mr. Storytime, ik weet het niet, maar je spreekt je wel heel erg tegen. Hè? Want dat zei je Roderick net hier naast mij. Ja. Maar oké, maakt niet uit. Maar je gebruikt ook en je derde been, of niet? En meestal zijn mannen. Ja, Handy die gaat vooruit, hè. Die kan nu twee dingen tegelijk. Hè? Die kan bellen en appen. Ja. Dat noemen zij multitasken, Axe, dat noemen zij multitasken. Maar goed, weet je, ja, kijk, ik zoek een beetje naar een manier, kun je me helpen, Jordi, dat we naar een manier zoeken om te kunnen onderbouwen waarom wij nou net iets beter kunnen multitasken. Geen idee, maar ik zal eerst even weer wat legen hier, hè. Alles wat hier wel lekker vol gepleurd, die kan weer wissen. Dan krijg ik hier al een hele hoop schermafbeeldingen. Ja, ik ben even wat aan het wissen op mijn telefoon. Weer een beetje ruimte creëren. Dat is ook wel soms even nodig, toch? Ja, soms wel. Maar dat doe je dan precies? Dat je galerij leeg te maken? Ja. Ideaal. Kijk, want hier heb ik ook... Kijk, hier. Hallo, schat. Ja. Kijk, Messenger. Ja. Ja, ik krijg ook een hoop van binnen. Ah, hartstikke idee. Even kijken. Die kan weg. Even kijken, die kan weg. Die kan weg. Die kan weg. Even kijken, die kan weg. Ja, oké. Okay. 16, hartstikke idee. Wat zit er allemaal in? Weet je wat er allemaal is? Nou, dat is allemaal van de Wat is app. Ja, oké. Nou, dan kun je allemaal zelf aanklikken. Kijk, hallo, ik heb 755 hoor. Kijk, hier al. Hallo, schat. Ja, want, kan je alles selecteren? Nee, oké. Ja hoor, dat kan ook. Die kan weg. Ook dat hoort erbij bij mijn leven om dingen eventjes te verwijderen. Want anders schiet dat ook nog niet helemaal op vanzelf. Nee, anders schiet dat niet allemaal even op, nee. Nee, wacht even. Kijk, je doet nu even kijken hoor. Geduld. Nee. Select.
Ja, hè? Heb je nou pas in de gaten? Ja, vandaag, dus die foto van vandaag maar even hebben, die van gisteren niet. Ja, dan moet je die ook aanklikken. Die weer uit. Die moet even houden. Kijk, en dan ga je gewoon een beetje kijken van wat wil je houden. Kijk, die ook waarschijnlijk. Kijk, en dan doe je die. Je moet zelf een beetje naar beneden. Ja? Okay. En krijgt hij een beetje in de gaten? Okay. Hè? Okay. Daarom zeg ik al, je moet gewoon wat meer gaan vragen, jij. Want je vraagt niet zoveel. Ik vraag dat niet. Nee, nou daarom. Je moet vragen, want anders kom je er inderdaad niet, nee. Kijk, ik heb al 900 berichten alweer weg, hoor, zowat. Ik ga weer naar de 100. Ideaal. Kijk, ik zit al op en op de 101. Lekker. Die mag ik niet wegdoen. Die wel, die wil, die wel. Ja. Omdat iemand dus een koelkast heeft geschilderd in het roze. Hartstikke idee, hoe laat je? Kijk, ik heb al 141 foto's. Ik heb al nu 147, dus gaat lekker. Indie niet. Die wel, die wel, die wel, die wel. Hartstikke mooi. Die ook. Heeft Fabienne al wat gezegd of niet? Of nog niet? Hier weg, hartstikke mooi. Nee, nog niet. Ja, je kan er gewoon op klikken. Nee. Nee, kijk. Ja, maar wat voor huskies? Zijn het ook teefjes? Die mag ik niet wegdoen. Nee. Ja, daar zeg ik al. Ook dit hoort erbij om dingen even weg te gooien. Want ik zit nu alweer bijna nu op 200 foto's. Dus ja. Daar wil ik wel even iets meer over weten. Moet ik even terug gaan kijken. Daar zeg ik al, ik krijg meer foto's binnen dan jij, hè? Denk ik. Want ik krijg van mama, ik krijg van de groep, et cetera. Dus ja. Ja, maar ik bedoel, ik zit in twee groepen, hè? Ja. Dus dat is even dubbel zoveel. En die vinden het juist leuk om dingen door te sturen. Die kan ook weg, die kan weg, die kan weg. Die kan weg. Kijk, Indie en Beren, die gooi ik niet weg. Nee. Simpel. Die gooi ik gewoon niet weg. Ik vind dat echt een kopje op kopje. Oh. Ja, maar ik vind deze ook niet echt heel mooi gemaakt. Ik zal die wel even laten zien straks, die is. En zo. Die kan weg. Even kijken, ik weet niet wie wat waar is. Die kan weg, die niet. Dus dat is trouwens vragen hoe het gaat met de roken. Want ik heb hem ook hier al eigenlijk ook niet zien roken. Hij heeft het ook niet gevraagd om te gaan roken. Nee. Dus dat vind ik ook wel weer knap van hem. Als hij nog steeds is gestopt. Wat heb jij morgen te doen? Volgens Fijnk. Tuurlijk. Hè? Tuurlijk, pas wel. Denk eens een keertje om jezelf, of wat? Dat is één weekje. Welke? Die weer en weer die korte hier ook? Dat is twee weken, dat weet ik niet. Hè? Even checken. Morgen is woensdag. Ja, daarom. Toen was je nog klein. Innie mini. Lieve hoopie ook gewoon van de rook, hè. Ja, nou, die kunnen we hartstikke mooi, 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 hartstikke mooi. Toen was ze nog klein, kun je dat nog herinneren en dat ze klein was? Mooi. Toen was ze nog klein. Goed licht houden en dan kom ik ook met die andere kant, namelijk dat het inderdaad
gevaar is dat je dus, als je iets gezegd hebt zonder na te denken, dat het misschien impulsief gaat, zonder dat je er bij nagedacht heeft. Ook, ja. Of heb, van, hoe ga ik dit nu? Ja, dat gaat dus niet, Ro. Van hoe ga ik het nu in hemelsnaam? Dat wil dat, en dat gaat dus niet. Moet je hem eerst eventjes weer doorlaten. Op een gegeven moment denk ik, snap het helemaal niet meer, het is ingewikkeld. Maar van het resultaat blijkt dat toch eigenlijk de vrouw het bij het rechte eind heeft, maar dat je het vervolgens toch niet als man durft toe te geven. Maar dat gevolg is dat je dus ja, in een spagaat belandt. Fabian, die zegt wat. Je kan het beter zo samenvatten. Kun je beter straks even doen, eventjes die geluidsdingen. Jij wil soms nog veel te snel, 258, lekker, move. Ideaal. Kijk, 258 hè, en van de 756. Dat ruimt op. 756 had ik. Dat is een derde. Okay. Even snel gerekend. Ja, jij kan snel rekenen, ik niet. Ja. Want jij weet wat 70 keer 19 is. Ja, een rekensom. Haha. Grapje. Maar even kijkersvraag, weten jullie hoeveel 17 keer 19 is? En je zegt, ja, hoe reken je dat uit? Er zijn een aantal methoden voor, namelijk nou, 17 plus 17 plus 17, et cetera. Of je gaat even de getalletje uit elkaar trekken. De, 10 is, de 17 is 10 plus 7 en de 19 is 10 plus 9, dan is 10 keer 10. Dan 7 keer 9 en dan nog een 7. Waarom ga je dan niet reageren op een op Fabien? Ja. We hebben een baasje voor, zeg. Nee, eentje. Die hebben we een baas. Je hebt de ene ja, maar dan kun je toch even doorvragen, Ro. Dat bedoel ik. Van dat, even. Dat moet ik doorvragen. Ja. Duh. Moet ik echt alles in je mond gaan kouwen? Ja. Nee toch? Ja. Nee. Kom. Ja. Niet op. Oh, mannen. Ik ga er echt helemaal geen in een dol van. Ja. Nou, dan doe ik even dit. Dan kun je wat meer zien. Deze is ook ter adoptie. Ja, en we hebben maar oh. Ja, dat gaat niet hier al met Leni. Dat gaat hem sowieso niet. Hoe oud? Gewoon even dingen vragen, want als we meerdere mensen hier al weten, die dus een adoptiegezin willen worden, dan kunnen we, daarom zeg ik al, doorvragen. Ja, maar dat zeg je niet. Dat is wat er... Ja, kom Ro, kom, even slim nadenken. Daarom zeg ik al even doorvragen. Dat is even dingen doorvragen. Nee, maar dat doen ze even niet te weten, maar gewoon even. Ja, dat mag wel, maar. Ja. Doe het maar gewoon lekker open op je eigen manier. In de buurt. Ja, want ik heb ook maar een klein hoekje en ik kan hier niet alles bergen hier.
Ja, batterijtjes leeg. Ha 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 ha. Goedemorgen allemaal, het is vandaag 30 januari. Januari, ja, ik wel. Even denken, ja. Het is vandaag, hoe laat? 5 voor 11, ja, in de ochtend. We zijn al lekker van het lopen. Max is erbij, Lady is erbij, Lovely is erbij. We zijn er allemaal weer bij. En Max is al even los geweest. Ja. Toch? Ja. Even spannend, alles in de gaten houden. Ja, dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Nou, we lopen nog steeds lekker buiten. Lovely. Daar is Max. Max heeft even zijn leentuig om. Max, kijk eens. Nee, andere dingen zijn veel interessanter. Moet je mij naar je toe halen. Max. Max, kijk eens. Max. Ben jij een blij ei? Ben jij een blij ei? Laat hem nou een beetje vieren. Laat hem nou maar een beetje vieren, Ro. Laat hem maar vieren, even. Laat hem maar vieren. Maar hier al langs. Hallo. Lovely, kom maar. Ja. Yeah. Lovely, kom maar. Hey, blij ei van mij. Kom maar, Lovely, kom eens. Hi, kind. Goed zo. Ik ga je aanlijnen. Zo, Max heeft dus gezongen. Ja, maar hoe voel jij dat en dat Max ging zwemmen? Ja, dat is verrassend. Ik ben zo even het water in de sprong. En dan nog naar het diepere gedeelte. Oh, kan die niet staan? Nou, even zwemmen. Ja. En dan rustig weer naar mij toe zwemmen. Denk, okay. En dan uitschudden vlak bij me. Ja! Dat was iets minder, maar het zwemmen was leuk. Ja, maar daarvoor heb je een wasmachine en dan kun je het mooi weer gaan wassen. Ja, toch? Precies. Zo moeilijk ben ik dan ook wel weer niet hoor. Nee. Ja, hij moet gaan wassen, ik niet. Volgens mij weet ik al wat ik per ongeluk deed, dat is dit hier al inklikken. Okay. Ongeluk. Kap. Ja! Ja, en die lijn vind ik niet fijn, hè? Nee, dat weet ik. Ik heb al lang al in de gaten. Hé, schat. Ja, ze Max, hè. Ze Maxi, Maxi, Max. Want dit is een speeltuin. Hier mag Lady en Lovely ook niet komen. Alleen Lovely en Lady mogen aan die kant wel. En dan moet deze nog leren. Deze kant, kap. Goed zo. Ja. Max. Ik moet nu gewoon kort houden. Een beetje kort. Juist. Ja. Een beetje alles willen ontdekken en leren, hè. Alles ontdekken. Gewoon hier over die boom heen, die er nog steeds ligt. Hoe lang ligt die er al nu? Al 2 weken zoiets, ja. Sinds die storm, ja. Dat is nu al 2 weken zowat. Ja, nou, de gemeente Den Haag, die kan er ook niks mee doen. Nou ja, ze kunnen wel er wat mee doen, maar ze doen het niet. Dus het blokkeert hier een weg. Dus ik zal zo meteen eens even de gemeente bellen. Om dus deze boom eens eventjes door hun even te laten verwijderen. Ja. Dat is leuk. Dus je moet er eerst nu over overheen. Kijk, ik ga er overheen. Moet niet gaan struikelen. Kijk, ik ga er nu gewoon overheen. Joepie! Ik weet niet of jullie het zagen, maar ik ben er overheen. Goed zo, Max. Gaan we hier door langs weer. Of wil je over het bruggetje? Ja, ja, ja. En daar heb je het ook, bruggetje. Ja, dat klopt. Haha. En dit gaat mijn langste vlog worden. Dus het kan ook 3 uur worden. Aan deze vlog. Of 6 uur. Want we hebben een challenge. Dus ja. En met een groep van de Mr. Storytime Squad. Dus ja. Ja! Lekker! Geen mee, kerel! Ja! Laat hem ook maar gewoon eens even kijken bij deze vijvertje. Is even leuk, grappig. Ja, Max! Gewoon ja, lekker in het diepe, hè? Ja! Ja, joh! Het is geurtjes, hè? Denk je wat en wat voever doet?
Weet ik dat. Doet het ook hoor, kijk. En dan er gewoon overheen. Oké. Kijk, en dan gaan we even hier al laten kijken wat hij hier al mee doet. En met dit vijvertje is leuk. Oh. Ja, ga maar. Kom maar. Kom maar. Kom. Even zwemmen. Is goed voor hem. Mark. Oh, lopen er. Even kijken wat hij doet. Ja, goed zo. Goed zo. Kom maar. Ja, ga maar kijken. Plassen. Joehoe. Nou, lijfbeeld. Nou ja, lijfbeeld. Maar jullie gaan het zien wat hij gaat doen. Zal ik dat gewoon zeggen? Los. Los. Niet meer lopen, gewoon. Je hebt lange lijnen, hè? Ja. Max, kom maar. Kom maar. Ja, blij ei. Ga maar kijken. Ga maar kijken. Dat is mooi. Maar kijken dan. Eens kijken. Ja. Nee. Dat is mooi, Max. Ja. Dat is mooi. Ja. Maar kijken. Hij gaat rondjes draaien. Joehoe. Ga je rondjes draaien dan? Oh, wat. Ja, schat. Ik vind het ook wel even leuk om jou vast te houden. Ja. Roos, eventjes je hond vrij. Want ik vind het ook even leuk om eventjes een hond vast te houden. Ja. Dat is leuk hè, kerel. Dat is allemaal nieuw. Ga maar kijken hoor. Van mij mag je. Daar ken je toch niet bij. Okay. Nou, en zeg nooit nooit. Want een husky, als de kolder in de kop krijgt, dan... Ja, toe. Jij krijgt Max weer van mij, alsjeblieft. Dank je. Nou, dan gaan we nu even richting het winkelcentrum. Ja. Je bent een blij ei, hè? Ja. Hoe iedereen dat dan zou gaan zeggen. Ja, een blij ei. Dan komt nou een husky in, dus ja, dan mag ik het gaan delen. Kom maar. Nee, ik moet dat niet doen en dan moet jij doen. Duh. Dat is jouw hond eigenlijk, voor een jaar. Oh. Maar iedereen helpt elkaar, dus dat scheelt. Kerel, wat ben je mooi hè? Ja, mooie witte punt. Kijk, een mooie paddenstoeltjes, ook maar even een beeld. Toch aan het vloggen. Ja, en daar hebben we Max weer. Ja, Max. Goed zo! Ja, weet je dat? Nee, volgen. Ik wil het winkelcentrum gewoon kort, ja? Dan moet je dit dus niet doen, zullen we. Hey, kerel! Hij wil ook even snuffelen! Ja, maar niet voor je lang. Ja, hij wil ook even snuffelen, ja? Ja, dat mag. Mooi! Maar niet voor jou lang, voor die stakeldraad. Oh, heerlijk! Ik wil even kijken hoe die loopt. Ik ga even een stukje doorlopen. Klip. Hey kerel. Hey, daar hebben we onze pakketbezorger. Onze grote vriend. Hey. Ja, hij gaat nu even. Ja, maar. Ja. Ja. Toen hadden we Max weer even in beeld. Joepie. Alleen hij zit nou niet in de bus. Nee. Nee. Hi meis. Oké, het zal. Grote vent. Grote kerel. Ja, yeah, ben je grote kerel hè? Ja. Ja, ben je grote vent. Maar bevalt je dus wel? Ja, het is... Ja, het is
Ja, goed hè? Maar het bevalt je dus wel. Ja, ja, het is erg wennen. Ja, ik ben geen huskies-event, maar jij hebt een half husky. Nou ja, een half. Gewoon een kruising. Kruising. Ja, precies. Een half husky. Ja. En twee kwart iets anders. Ja, precies. Maar alles plukt die haar. Nou, ik ben weer lekker thuis en aan het lopen. We zijn nog eventjes het winkelcentrum in geweest. Eventjes samen met Max. Ik ga vanmiddag eventjes een lekkere kluif halen voor Lady en Lovely. En ik moet nog even het plantje even afgeven bij de fietsenmaker. Ook dat nog, ja. En ik heb het druk op mijn telefoon. Hou op, schei uit soms echt. Maar er soms niet echt helemaal vrolijk van. Maar oké, maakt niet uit. Ik heb tot en met 7 februari vlog staan. Ja. En 7, 8, 9 moet ik nog maken. En dit is voor 10 februari. Dus ja, lekker bezig. Ja, ik ben alleen maar lekker bezig. Daarom zeg ik al, deze vlog wil ik het langste krijgen. En dan tussendoor ook nog lekker mooie livestreams. Ja. Want ik zie al dat het al 35 weergaven heeft. En nou, 9 duimpjes. Dus dat wordt daar ben ik alleen maar weer blij mee. En waar mijn eerste livestream is, weet ik niet. Want die heeft hem volgens mij niet ergens opgeslagen. Dat is een beetje jammer. Maar oké, ofwel, ik weet het allemaal niet. Geeft helemaal niet. Maar ik ben gewoon blij. Klaar. En ik heb foto's gemaakt, dus die moet ik ook nog even gaan bewerken. Dus druk. Maar de foto's komen ook nog even in deze vlog terecht. Dus ja, ja, ik neem jullie gewoon mee. Klaar. Ja, en ook in de squad neem ik ook mee. Dus gewoon gezellig is dit. Alleen het is heel veel weer spraakberichten. Dus dat laat ik jullie dan misschien niet horen. Moet ik even kijken hoe ver ik ga. Dus, maar ik mag helemaal teruggaan tot en met, het is net nou, trouwens 12:41 en ik moet teruggaan tot en met, even kijken, tot en met 4:10 's ochtends vroeg. Dus ik heb nog even, nou en de rest is eigenlijk een beetje, ja, eventjes een beetje tekst, een filmpje, dus. Tot en met eigenlijk 10:33 heb ik al gekeken. Maar ik moet dan even het filmpje zo meteen kijken. Maar dat komt zo meteen wel. Ik ga nu eerst eventjes het foto's bekijken. Dan ga ik eventjes een nieuw mapje aanmaken in mijn fotografie. Ja, ook dat nog. Ik ga sowieso ook nog eventjes alleen met mijn eigen hond eventjes erop uit. Even mooie foto's maken. En ook met jullie mee. Ja. Even kijken hoor. Ja, nee, die moet ik niet hebben. Ja, jullie willen denk ik wel kijken wat ik allemaal aan het doen ben, hè. Ja, kijk, ik heb hier al 2 schermen. Ja, ik zet jullie heel even anders neer, zodat ik ook een beetje mee kan kijken wat jullie zien. Kijk, ik heb namelijk 2 schermen. En als ik hier al deze pak, kan ik hem daar naartoe doen. Maar oké, het zal wel. Ja, maar dan zien jullie die. Dat is, daarom heb ik dus ook eigenlijk altijd hier al mijn gordijn dicht aan deze kant. Zodat er dus geen lichtinval zit. Kijk, nu dus, zit er dus geen lichtinval. Nou kan ik ook wat beter kijken, dingen zien wat ik doe. Ook erg handig, moet ik wel mijn pootje goed doen. Vanzelf. Erg handig, pootje goed doen. Ja, ik vind het goed. Dus ja. Dus ik ga eventjes een mapje aanmaken. Gewoon even met van Max, de husky. Oh. 30-1. Ja, joh. Aha, dan moet hij wel de nummerlok aanzetten. Hè? 30, anders wil dat niet. 30-1-2018. Kijk, dat is mooi. Ik moet ook nog even eten. Moet ik ook nog doen. Joehoe. Ik heb 54 foto's. En dan heb ik ook Lady en alles erbij hoor. Dus die moet ik ook nog eventjes doen. Knippen. Ik doe even hier even alles in. Oh. En ik ga gewoon eens even kijken qua foto's. Hoe mooi die zijn geworden. Max is even lekker los geweest. In mijn lot. Ja. Dan ga ik even gelijk deze weer eventjes formateren. Starten.
wel weet wat ik hoor wat ik doe. Ja, sluiten. En dan ga ik weer heulen uitwerpen. Ik mag weer uitwerpen. Kijk, dat is leuk. Waar is Max gebleven? Max de Husky. Max, Max, Max. Oh, hier ook. Kijk, hier is Max gebleven. Dat is mooi. Ja, Max de Husky. Hier is dat. Ik weet niet of jullie hem zo meteen goed zien hoor. Nee. Gewoon openen. Klaar. Nee. Laat jullie het even mooi zien. Hoe mooi dit staat. Ja. Ik ga zo even mijn pootje goed doen. Zo. Dat is het idee. Een beetje even inzoomen. Ik ga gewoon even door. Even kijken. Dus al deze foto's komen mooi. Hartstikke geweldig. Ja, dat is het leukste. Even kijken. Ik zal hem even hierin doen. Dus dat is gewoon mooi. Kijk. Even lekker Max los. Hij luistert wel prima hoor. Daar niet van. Dus dat ga ik even allemaal doen. En dan ga ik lekker nog even met jullie praten tegen de camera. Joepie. En ik moet ook zometeen nog even mijn camera weer even opladen. Ja, ik moet hier al dus een hele lange vlog van maken. Dus ja. Oh, wat sta je weer statig, meisje. Wat sta je mooi. Deze is een beetje wazig. Die gaat weg, die van Lovely. Ander hondje. Oh. Maxi de hond. Hé, Max. Ja. Lovely erbij. Joehoe. Actiefoto's, daar hou ik van. Actiefoto's. Geweldig. Ik heb ook gewoon. Er staan ook andere honden op. Maar daar heb ik gewoon een goedkeuring voor dat die op de foto's mochten. Dus ja. Deze is waas, maar hij is wel gaaf eigenlijk. Hij is waas, maar hij is wel mooi. Ja. En ik heb een hele mooie stuiterbal effect hier ook. Oh. Maar wat is Maxi mooi, hè? Max. Ja, Max de hond. Dat was hem alweer. Nou, ik vind het toch wel goed. Maar ik wil toch eerst even mijn vlogs even in de kabel gaan bouwen. Ja. Dat ga ik eerst even doen. En dan, ja, en dan kan ik jullie wel eigenlijk in meenemen ook gewoon. Ja, joh. Waarom niet? Gewoon leuk. Grappig. En dit wordt heel ruw. Dus ik plamp alles er gewoon in. Dit is leuk. Ik plamp alles er gewoon in. Dit is leuk. Ja, oh, geweldig. Nou, hij is er even in plempen. Ja, in plempen. Vind ik leuk. Oh. Dan kan hij ook weer namelijk weer ingepleurd worden in YouTube. Ja, vind ik leuk. YouTube. En dan wel deze ook. Ja. Joepie. Hoehoe. Ja. Hé, hossie possie. Moe ben ik niet. Ik ben gewoon lui vandaag. Hoe kom ik? En vanochtend hebben we een uur en 19 minuten gelopen. Ja, heerlijk. Nou, deze ga ik dus nog wel bewerken. En deze vlog dus niet. Ik ga het gewoon erin en gewoon gelijk renderen. Klaar. Dus dat wordt nog leuk. Ja. Dus dat zeg ik. En hier doe ik ook eigenlijk heel weinig aan. Maar gewoon wel eventjes, de lange stukjes waar eigenlijk gewoon helemaal niks, geen geluid is. Die ga ik gewoon weghalen. Ja joh, weet je wat jullie doen? Lekker mijn geluid even stil. Doei. Top. Ik kreeg weer even een goed bericht dat Max heeft gegeten. Dus daar ben ik ook heel blij mee. En dat hij, even kijken. Hij heeft iets gegeten en is erbij gaan zitten. Kijk,
Een duimpje omhoog voor Max. Het is net 10:50. Nou, dat is dus de vlog die ik nou ga bewerken. Januari 2018, kijk, een hele mooie getal. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij mijn nieuwe vlog. En doe vooral alvast een blauw duimpje omhoog. Dat zou ik onwijs leuk vinden. En ik zou zeggen, tot straks maar weer. Tak, lekker. Tak, 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 tak. Zo. Zo. Zo, splitten. Split, 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 split. Zo. Tot straks maar weer. Hij is er ook weer. Ja. En wij. Hij is er ook maar weer, ja. Met z'n vieren, want die twee gaan ook mee. Gaan wij dus naar het heel mooi landgoed. Landgoed Klingendaal. Landgoed Klingendaal. Uurtje lopen zo. Ja. Oké, hij is nog moe. Dus we gaan zo weer lekker lopen naar Klingendaal. Dus wij nemen jullie weer gezellig mee. Zo. En krijg ik hier al allemaal dislikes op. Maakt me ook niet uit, joh. Mee. Op deze vlog maakt me dat helemaal niet uit. Want dit wordt de langste vlog die ik nou ga maken. Dus. Vind ik wel grappig. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Gewoon een challenge aangaan en met een hele groep. Dus ja, zo. Even kijken wie er echt gaat winnen. Maar ik ben er heel goed in hoor, in een langste vlog ooit. Lekker, niet meer in landgoed Marlot, maar in landgoed Rijgersbergen. Ja, we gaan vanaf landgoed Rijgersbergen zometeen oversteken. Over de Rijksstraatweg, zo noem ik het. Maar oké, zo heet het niet. Maar maakt niet uit. Alles weg maar daarna heeft. Ja, dan gaan we daar op. Zo, lekker windje. Ja, ook dat nog. Deze hebben jullie dus al gezien. Wat dan ook. Maar als ik op deze, dat maakt niet uit, joh. Ja, zeg al. Ik moet gewoon de langste vlog hebben. En klaar. Vanuit Karel gaan we dus landgoed Klingendaal in. Ja. Dus hebben jullie even dus. Ik weet niet hoe lang deze gaat worden, maar dit wordt een lange. Kijk. Ik moet af en toe eventjes in mijn geheugenkaartje liggen gaan maken, maar dat maakt niet uit. Maar dit wordt mijn langste vlog ooit. Ik ben er heel goed in. Zo. Hier ligt ook een boom en hier ligt een boom half omver. Ik ga even een stukje door. Ja, leuk om dit te onthouden. Ja, precies. Heel leuk om dat te onthouden. Zo. Precies. En. Zo, een stukje terug. Zo, hartstikke idee. Zo, dag, mazzel. Zoek dat. Zo, we zijn aangekomen op het landgoed Klingendaal. En Roderick, die ziet wat. Eventjes. Ja, precies. Dat ga ik eerst even doen. Dit. Niet al te waar ze wordt, ja. Kijk, wat was het? De wat? Een aalscholver. Een aalgolf. Ja, nou ja. Zoeken we wel weer op YouTube. Op Google. Dan gaan we dus wel weer eventjes. Joehoe, nee, dan is het wel vandaag. Nee. Weer. Mijn camera die had er van de week helemaal geen zin in, om dus namelijk scherp te worden. Nee, dan is scherp willen vandaag. Nee. Maar die hou ik er ook gewoon in. Vind ik leuk. Waarom ik niet? Maar vind ik grappig. Ja. Eens even kijken. Ja, we gaan weer door. Oké, weer een heel stuk. Kom maar. Hi, kind. Kom maar. Ja, even uitschuddelen. Ik krijg het hier een beetje koud leed. En van die deur open daar ook. Achter mij. Dus die deur die gaat zo meteen weer dicht. Hoe lekker je het ook daar vindt liggen. Maakt me niet uit. Koud! Ja, mensen! Ja. Denk het. Ja! Yeah. Lekkere kinders. Oeh! Sorry. Hè? Ik ga gewoon even inkakken, maar ik ga zo even eten. Lekkere. Hoe heet dat? Wildplas
zie je. Kom maar even niet op. Zo, boem, 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 boem. Juppie. Handig, hè, die... Handig, hè? Ja, dat is heel fijn, handig, hè? Handig, hè, die... Zo, hartstikke idee. Mazzel, dag. Zo. Ik heb puur gedacht, maar daar zeg ik al. Honden hou je niet tegen. Even kijken wat hij doet. Oké. Okay. Daarom. Honden hou je niet tegen. En splitten dat hele ding een stuk weg. Kijk, dat is fijn. Ha! Weet niet wat ik deed, maar het maakt niet uit. Gewoon lekker eventjes een vlog in elkaar bouwen. Hey! Oh ja. Hey, kleine meid. Echt serieus, ja? Zo, en ik ben gewassen. Vind ik dat leuk? Nee, maar... Ja, is leuk, hè, hondjes, hè? Ja, bedankt. Moet dat nou echt serieus, ja? Zo, en ik ben gewassen. Vind ik dat leuk? Nee, maar oké, maakt niet uit. Daar heb ik er voor over, ja toch? Niet dan. Ja, ik heb er alles voor over. Ja hoor, waarom niet? Anders had ik maar geen honden moeten nemen. Ja toch, niet dan. Hey, hey, Lola. Hey. Oh ja, Lola heette dat hondje. Ja, Lola. Hey, dat is de cameraatje, schat. Die mag ik er in één keer op zetten op de vlog. Oké, okay, top. Leuk. De honden zijn ook erg leuk, hè? Hola. Hola, kinderkola. Hola, 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 hola. Nou, die heb ik er ook niet half op. Even kijken waar ze dat met leuk zegt. Top, dan ken leuk. Ik dat weer. Ja, mijn honden die zijn ook heel erg leuk hoor, mevrouw. Ja, dat weet ik. Anders heb ik ook geen honden genomen. Nee. Maar ik ga even eten maken en dan ben ik zo weer terug bij jullie. Ik ga gewoon even kijken. 8 minuten en 40 seconden. Ja, doet mijn kleine cameraatje. Dus moet je maar even kijken. Ja, ik heb al even inmiddels lekker gegeten. En ik ga gewoon weer even door. Oh, ja, met mijn vlog even in elkaar te zetten. Ja, houdt dus de camera raar vast. En dat is niet fijn. Nee, en dat vind ik niet. Nee, precies. Is helemaal niet fijn. Nee. En ik heb het koud, mensen. En dat is niet omdat ik het koud heb, maar mijn vingers, die zijn koud. Ik zeg, Split, serieus? Ja, hè? Nou, dan zijn we ergens heel dichtbij. In de buurt. Ja, het zou leuk al lekker te zoeken en te trekken te doen. Daar, ja, daar zit een meneer. Zagrijnig te zijn. Oh, volgens mij. Toch? Ja, hè? Ja, toch, precies. Ja, niet dan. Anders heb je lekker pech. Mazzel. Dan is ook alweer bijna. Ja, die is bijna. Kijk. Lekker zo, hartstikke thee, hola de jee. Hij is even lekker met de telefoon bezig. Lady ligt daar. Loffie ligt daar. Draakje ligt hier. Speedy die ligt ergens anders. Ja, precies. Doe ik even die even. Ja, lekker het koken, krullen. Zo, nou eventjes twee spiegeleitjes. Van wat normaal eten. Lekker. Ja, omdat ik het lekker vind. Ja, ik was even stil. Maar oké, ik was even aandachtig aan het kijken. En dan moet ik nu nog even kijken. 1, 2, 3. 3 filmpjes doen. Dus ik ga nou met het derde filmpje beginnen. Zo. Eigenlijk van het laatste. Nou ja, even de eerste 3 filmpje. Even een beetje door. Scroll even kijken wat dit doet. Kijk uit, want... Of zo? Ja, precies. Als je gaat filmen zo.
Zo. Zo. Kijk uit wat hij staat. Ja, ik wil. Precies, als je gaat filmen zo. 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 Zo, 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 zo. Nou, wanneer krijg ik weer een bericht? Kom. Ja, ik heb te veel berichten. Ik moet dat soms weer even allemaal gaan afluisteren. En vandaag, koken met Karin. Kipdijblokjes met knoflookkruiden. We hebben hier een mooie bloempot staan. Staan, nee, liggen. staan. Komt hij weer, hoor. Staan, ja. Bloemkool staat toch niet? Liggen. Bij deze. Oh, lekker. Bij deze. Ja, dankjewel. Doe ik even zo. Dan ga ik even naar mijn ruwe materiaal. Bla, duimpje omhoog. Die gaat er ook even ingepleurd worden. Zo. Bij deze. Bij deze wil ik jullie weer onwijs bedanken. Bedanken dat jullie weer hebben gekeken naar mijn vlog. Beetje wazig maken. Duimpje. Gooi. Ja, ik ga er niet mee gooien, maar het is wel grappig even. Zo. Daar naartoe. Scalen. Lekker. Dan ga ik eerst even die andere weer eventjes maken. Want dan kan ik daarna, want anders moet ik zometeen nog een keertje maken. Moet eerst deze inrenderen. En dan moet ik die andere gaan maken. Ja, dat schiet niet echt op dan, hè, vanzelf. Dus nee, dan kan ik beter gewoon eventjes allebei maken. En als ik allebei heb gemaakt, dan pas allebei gewoon gaan renderen. En dan wel één voor één, dan heb ik het wel gehad. Maken. Dus ja, dat wordt nog leuk. Komt u maar. Ja, goed zo. Een beetje die kant nog op. Oh, of niet zo. Ja, dan kan ik even kijken naar positie. Die dan, is mij een beetje nog heel groot, schat. Op dat komt een stukje. Dus ja, even kijken wat hij dat doet. Nee, maar gewoon een stukje weer groter. Even kijken wat hij nou doet. Nou, positie. Ja, nou even kijken. Een stukje nog die kant op. Nee, ik heb, daar zeg ik al, ik heb het koud, dus dan wil niet alles wat ik wil. Maar dat maakt niet uit, geeft allemaal niet. Ik heb het gewoon koud in mijn vingers. Gooi dan. Vlog maar leuk, ik zou zeggen, gooi dan blauwe duimpje omhoog. Welke kant op, weet ik niet. Op en op dat blauwe duimpje klikken, hier onderin. Zo, lekker zo. Abonneer even op dat rode buttentje, abonneren. Als je dat al hebt gedaan, dan hoef je daar dus niks mee te doen. Op dat belletje klikken. Ja, belletje. Die is voor mij ook heel erg ideaal, belletje. Daar naartoe. Ja, gaat allemaal lekker zo. Ja, helemaal top. Kijk, en ik heb nog maar één batterijtje, dus die lul ik wel een beetje vol. Dat maakt niet uit. En dan ga ik even opladen. Dus ja, dan kan ik ook gelijk deze geheugenkaartje weer een beetje legen. En dan kan ik weer lekker verder met lullen naar jullie toe. Dat, nou ja, lullen, praten. Haha, grapje, leuk. Zo, even zo doen. Mijn was die zit ook in de wasmachine. Duimpje klikken hieronder. Ja, doe ik. Abonneer even op dat rode buttentje, abonneren. Als je dat al hebt gedaan, dan hoef je daar dus niks mee te doen. Op dat belletje klikken. Daar naartoe, even kijken. Daar is niks mee te doen. Op dat belletje klikken, allebei op de hoogte. En als je dat niet wilt doen, ook prima. Maar dan weet je wel, en dat dus, dan weet je dus niet dat ik dus elke dag een video heb. Maar dat weet je dus nu wel, omdat ik het heb gezegd. Yeah. Ik hou dat gewoon het belletje even in beeld, vind ik leuk, grappig. En, en dan zou ik zeggen... Dankjewel voor het kijken. Oh ja, en nou, niet ook ja, dankjewel. Maar, laat ook zeker een leuke reactie hieronder in de comment. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende vlog maar weer.
Zo, en dan ga ik daar naartoe, dan ga ik daar naartoe. Dus even kijken wat hij dan doet. Ik hoop het kijken. En tot de volgende vlog maar weer. Ja, die is netjes. Gewoon even opslaan, save project. Ja. Ik ga jullie zo, ik ga dat dit cameraatje zo eerst even opladen. En dan ben ik, dan kan ik weer over een uurtje weer even lekker verder babbelen. Maar dan is hij weer een beetje vol. Ja, dan kan ik er weer eventjes een dag tegenaan. Dat is grappig. Ja. Die is opgeslagen. Dan ga ik deze zo meteen doen. Dat is leuk. Nou, dan ga ik even vlog 26 even in elkaar bouwen zonder jullie. Helaas, pinnekaas. Maar het is niet anders. En dan ga ik even mijn camera even opladen. En dan ben ik zo meteen sowieso weer bij jullie terug. En dan kan ik gelijk deze geheugenkaartje ook weer legen. En dan kan hij weer er vol tegenaan. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, helemaal top. Gewoon de langste vlog maken. Ik hoop dat ik hem ga winnen. Dus vind je dat nou leuk? Vooral die blauw duimpje omhoog gooien. Nou, ik ga zo even weer lekker lopen en mijn hondjes. Ja. Yeah. Maar ik ben nog even aan het zoeken. Ik zal even deze dicht weer even doen. Sorry. Ja, ik ben nog weer even aan het zoeken voor bij mijn camera. Want ik ben even weer wat kwijt. Het zal weer niet zo wezen hoor. Nee, ik ben eventjes een oogje kwijt. Dus ik ben eventjes in mijn cameratas even aan het zoeken. Waar ik misschien mijn oogje heb gelaten. Om het zo maar even te zeggen. Want ik had hem wel en ik heb hem zo in mijn tas geplemd, maar ik ben hem even weer kwijt. En anders is het gewoon even een paar nieuwe bestellen. Maakt ook niet heel veel uit, gewoon even 2 of 3 of zo, dan weet ik zeker dat ik genoeg heb. Dan weet ik zeker dat ik gewoon genoeg heb, dus ja. Dan is het gewoon even zoeken en koekeloeren. Maar ik kan hem hier sowieso gewoon even niet vinden, dus maar. Maakt ook niet uit. Ik ga er nog niet dood aan hoor. Dus mwah. He. Wie zou het zeggen? Ik kan niet. Lekker peuren. Nee, gewoon eventjes lekker mijn tas even nakijken. Ook wel eens een keertje weer even goed. Wat ik allemaal heb. Etcetera. Is ook niet altijd even erg. Nee, het gaat dus om dit. Hier al. En dat rubber dingetje. Ben ik weer eens een keertje kwijt. Het zal weer eens een keertje niet zo zijn, wat ik niet kwijt ben. Dus maakt ook niet heel veel uit, als ik maar gewoon mijn foto's kan maken. Daar draait het in principe om, foto's maken. Ik heb hem hier sowieso niet in zitten, dus dan komt die weer even dicht. Zo, want ik neem hem zo meteen weer mee met het uitlaten, want ik wil mooie foto's maken van die twee. Want het is onwijs mooi weer. Dus waarom ook niet? Waarom ook niet? Dus ik ga gewoon eventjes weer de hort op. Vind ik gezellig. Dat vind ik gewoon leuk. Lekker even de hort op gaan. En lekker jullie meenemen. Waarom ook weer niet? Hè? Kijk, oplaadkabel, oortjes heb ik bij me. Ook oortjes. Ik heb pen bij me. Ik heb schoonmaakset bij me. Ja, joh, ik heb genoeg bij me. Daar gaat het allemaal niet om. Maar... ik heb visitekaartjes bij me, ook dat. Ja. Ik heb visitekaartjes ook nog bij me. Joehoe. Hoe doe ik dat? Ik heb visitekaartjes bij me hebben. Ja. Wat zeg ik? Ik heb genoeg bij me. Even deze. Ja, dup. Volgens mij ben ik hem gewoon weer een keertje kwijt. Maakt niet uit, geeft niet, daar niet van. Laatste vakje controleren. Nup, dat wordt gewoon even nieuw bestellen. Ja, dat wordt gewoon even nieuw bestellen, dus dat ga ik ook zo meteen lekker doen. Even kijken hoe ver mijn dingen is voor mijn vlog. Die is 73%. Dus dat gaat lekker.
schuil jullie weer even lekker neerzetten. Jullie zijn een beetje scheef, maar oké, maakt helemaal niet uit. Nee, helemaal niet uit. Doe maar een beetje zo. En jullie weer wat meer licht. Ja! Alles kan, hè? Ja, wat allemaal niet kan. Water kan, koffie kan, thee kan, oranje kan. Ja, dat is heel fijn dat die... Oh ja, ik zal wat even van mijn pc afgooien, want ik word daar niet helemaal vrolijk van. Configuratiescherm. Want Roderick had dat op mijn pc geplukt, maar ik word er niet echt heel erg vrolijk van. En dat is malware dinges, dus die gaat nu ook per direct van mijn dinges af, van mijn malware bytes. Die frit zoveel, die gaat er lekker vanaf. Ja, graag. Ja. Gewoon er lekker vanaf. Scheelt weer ruimte. Maar ja, ja dat geeft gewoon heel veel ruimte. Heerlijk. Ja, nou dat is fijn dat het er vanaf is. Mijn telefoon die ligt even aan de oplader, want die was leeg. En ik moet deze nog even legen. Die even pakken. Ga je slopen, meisje. Je doet je best maar. Ik vind ze leuk. Speelgoed slopen. Van dezelf, hè, dan wel, is waar. Dan gaat ze daar liggen. Ik vind het helemaal niet erg, hoor. Dat vind ik echt helemaal niet erg. Als ze maar een beetje lekker bezig is, dan vind ik het goed. Ja, en daar zat een bezig met allemaal brokjes. Want dan vond ze leuk om die hele bak, die grote, die hier staat. Even hier niet aan die andere kant, maar hier ook, waar die touwkluif ligt. Die had ze wat weer helemaal leeg. Dus ja, om alles dus op de grond te pleuren. Ja, pleuren en sleuren, zeg maar. Dus ja. De kat zegt, nee, dat gaan we lekker niet doen. Zoek het maar even uit. Dus nou ligt ze lekker hier al. Lekker de pootjes in ervan af te sloepen. Vindt ze leuk. Als ze maar wat te doen heeft, ja toch? Dan ben ik ook al blij. Als zij blij is, dan ben ik ook gewoon blij. Ja. Zo, hoe bedoel je? Ik ga het heel goed doen zo. Nee, ik moet even zeggen, dat is niet mijn oogje. Dacht ik eerst even kijken hoor. Wat wou ik doen? Wat zou ik eigenlijk doen? Ik had dat gedaan. Wou ik nog wat gaan doen, maar ik weet het even niet meer. Nee. Oké, hoe gaan we... Ik weet echt niet meer wat... Oh ja. Ja, ik ga zo meteen even deze camera even legen. Dat zou ik gaan doen. Dan zou ik alvast een map gaan maken. Real materiaal. Vlog 27. Shout out. Die staat... Die kan ook weer weg, deze. Ik moet even met afbeeldingen te doen. Kijk, vlogs afbeeldingen. Ik heb weer een beetje rust hier ook. Afbeeldingen voor vlogs. Erg handig. De intro, gewoon et cetera, et cetera, et cetera. Dat is geen hartstikke idee. Afbeeldingen voor vlogs. Ja, daar is mijn heubelen. Nee. Die. Die. Heb ik een beetje rust. Bloopers moeten ook nog even gedaan worden. Nieuwe vlogs. Even knippen. Ik zeg knippen, dan zeg ik plakken. Ja, plakken. Kijk. Yep. Dus dat heb ik alweer gedaan. En dan ga ik deze even zo meteen leegmaken. En dan ga ik hem even formateren. Sowieso, want dat zou ik al doen. Maar, joh. Gaat het zo meteen even allemaal in de planning. Ja, dat is leuk. Ik wil rond 4:15 gaan wandelen. Dat is nou 4:05. Dus ik heb nog eventjes om dingen te regelen. Ik heb nog eventjes, heel eventjes, 7, 6, 5, tot zometeen.
Nou, ik heb even de geheugenkaartje weer even helemaal leeg gehaald. Ja, en nu ga ik jullie even meenemen in de ritueel hoe ik het allemaal ga doen. Want ik wil ook mijn GoPro eventjes opladen. Dus dan pak ik mijn opladen van mijn telefoon. Ook die past erin. Dat is wel erg handig, moet ik zeggen. Heel handig. Moet ik wel even goed erin doen. Zo, die zit aan de oplader. Ja, dan doe ik even deze uit. Want anders kan ik mijn ding niet aandoen. Mijn jas. Mijn visitekaartjes gaan sowieso mee. Even mijn broek even omhoog hijsen. Het lijkt me ook erg handig. Mijn jas aan. Zo. Koekjes bij me. Heel belangrijk. Bij honden, hè? Koekjes. Ja, koekjes. Erg handig. Erg ideaal. Doe die alvast even om mijn rug heen. Even mijn camera. Even ook erg handig. Kijk. Die heb ik alweer. Dat is lekker fijn. Dat is echt makkelijk. Sowieso even mijn zonnebril even op mijn gok. Even de lijnen pakken. Ja, de lijnen pakken. Ja! Mogen mensen ook nog kijken wat ik aan het doen ben, of niet? Mogen mensen ook nog even kijken wat ik aan het doen ben, of ook niet? Nou, leg ik jullie. Zet ik even. Nou, leg niet, maar ik zet jullie even neer. Even zo. Zo. Oh, dat is een idee. Hola, ik ga jullie even draaien gewoon. Ja, ik wil even niet wat ik wil. Wat is een idee? Ja. Zo. Zo, heb ik jullie even gedraaid. Pak ik even mijn telefoon alvast. Die leg ik even bij jullie neer. En de visitekaartjes. Ik moet wel willen wat ik wil. Ook erg handig als ik wil wat ik wil. Hé, lekker ding. Hé, schatje. Ja, goed zo. Rustig, schat. Rustig. Zo. Ja, keurig. Mag ik nog die kleine pakken? Even voor jou. Lovely, kom eens hier. Kom eens hier. Gaan we lopen. Kom. Ja, we gaan lopen. Kom maar. Ja, want jij moet eerst met je pootjes erin staan. Dan kan ik die pas doen, hè. Anders werkt het niet, schatje. Nee, anders werkt het niet, nee. Dat is nou jammer. Wachten. Ja, doe ik even deze dicht, anders ben ik zo meteen mijn sleutels kwijt. Ook niet handig. Doe ik mijn telefoon even pakken, doe ik even in de binnenzak van mijn jas. Zo. Mijn visitekaartjes kunnen ook nog aan bij mijn sleutels. Zo, dan gaan we er even op uit, meiden. Eventjes weer even park in. Ja, dan gaan we weer even het parkje in. Ja. Ga ik even mijn clipje draaien. Kunnen jullie zien wat ik allemaal aan het doen ben. Ja. Ook al ga ik mijn beeld draaien, alles blijft er gewoon in. Ja, ga je mee meisje? Kom maar. Ja, kom maar hoor. Nou, lekker lopen. Lady, mag ik erbij? Kom, mag ik erbij? Lady, kom. Mag ik erbij? Goed zo. Blijf. Wachten. Geduld. Lovely, wachten. Ja, hola. Ik zeg wat, dames, geduld. Graag. Zullen ze bij me nog even checken? Wachten, dames. Nog even checken. Ja, sleutels bij me, heb ik gecheckt. Ja. Ja, kom maar. Hola. Lady. Ja, goed zo. Doe maar. Ga maar lopen. Koortje vasthouden. Ja, normaal had ik hem even uitgedaan, wist je dat? Normaal doe ik hem met alle wisselwasjes uit, maar nou niet. Nee, kom maar, open doen. Lady, open. Open doen. Lady, open. Open. Nee, open. Lady, kom, even goed open. Hij doet het niet. Nee, fijn. Is
Als mensen hier bezig zijn. Normaal dan, want hier zit dus nu een dingetje tussen. Dus hij gaat nou niet dicht. Nee. Nou oké, gaan jullie mee? Kom maar. Ja. Nou, als dan een lange vlog gaat maken. Kom maar, dames. Kom maar. Yeah. Ja. Ik ben aan het vloggen, Jen. Goed, hè? Ja. De langste vlog moet ik maken. Dus ja. Challenge aangaan. Dan ben ik er heel goed in. Challenge. Kijk hem. Zo, is er een duifje kapot? Volgens mij wel. Een duifje of zo? Dood? Eindelijk eens een keer. Mag ik wel eens. Top. Sorry. Maar er is een buurvrouwtje die alleen maar aan het voeren is. Dus ja, dan schiet dat niet echt op. Maar als ik foto's ga maken, dan kan ik dus jullie nu even dan niet meenemen. Dan ga ik wel even zo meteen foto's maken. Ja. Dus, het wordt een beetje koud eigenlijk in één keer. Vanochtend was het lekker, maar nu wordt het gewoon koud. Kom. Dames, wachten. Ja, kom maar. Kom, kom. Oversteken, kom, kom. Deze kant oversteken. Oversteken, oversteken. Goed zo hoor, dames. Kom. Verjeuk aan mijn neus. Zo. Ja, lady, kom. Zitten. Zitten. Dames, zitten. Lovely, jij ook kleine? Nee? Oké, okay, kom maar. Goed zo. Halt, zitten. Dames, zitten. Ja, kom maar. Ja. Keurig hoor. Ja, wat zijn jullie braaf. Ja, 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 ja. Ik ga zo meteen ook weer even foto's maken van jullie. Ja, ja. Wat ik dat leuk vind. Kom maar. Ja. Oh ja, je zal er ook moed bij moeten, hè. Geen mee. Zo, zonnetje schijnt. Lekker. Ja. Neem jullie gewoon zo wat mee, hoor. Vind ik leuk. Geweldig. Ja. Ja. Oh, het is een idee. Dank je. Zo. Dames, ga eens even zitten. 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 Ja, mag ik eerst even mijn camera pakken? Graag, bieten schön. Even zo. Ja, alles komt er nou in, hè. Het ruwe materiaal. Normaal dan zou ik dit dus helemaal weg gaan knippen. Ja, normaal zou ik dit helemaal weg gaan knippen, meisje. Maar nou niet. Nee. Nou niet, nee. Hola. Oh, het is een idee. Mijn camera eventjes over mijn kop heen zitten. Zo. Mijn camera heb ik dus nu al vast. Nou ja, vast. Over mijn hoofd heen gedaan. Dat is leuk als je nu nog maar één hand hebt. Ja. Dat is het leukste als je nu één hand hebt ter beschikking. Dat is het grappigste. Ja. En hun willen los. Nou, ik sta nog steeds lekker in het park. En ik heb aardig wat foto's gemaakt. En de dieren moeten het lekker naar hen zien. Kijk, 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 het staat er mooi op. Ja, ik ook zo meteen. Ik ga die kant op lopen. Nou, was gezellig. Is ze goed. Doei, doei. Kom maar. Kom. Hey, Missy. Hey, kind. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Ja. Moet ik uitkijken voor de boom? Hé, ja, het lijkt me handig. Hoi. En ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. Ja, je bent soort even groot als dat hondje, ja. Maar je wordt nog groter, hè? Dat je het even weet. En ik ga nog niet naar huis, nee. Toch langer niet. Even mijn dingetje goed. Ja, zo. Kouwe. Handjes, vingertjes, ja. Hij schat.
Het is mooi weer, zonnetje schijnt, lucht is blauw. Moeten jullie hier niet het water in? Normaal gaan jullie altijd het water in. Nu niet? Nee, nee, kom dan. Niet? Lady, kijk eens. Hai, schat. Lady. Kom. Ja, kom. Waar is kindje dan? Zit jij hier mooi. Zit jij hier mooi te wezen? Jij. Doei. Nou, dat was eventjes. Ja, ik kon niet even eerder filmen, maar ik heb hele mooie foto's gemaakt. Lady en Lovely en ander hondje allemaal in actie. Lady, kom maar. Cookie. Cookie de cookie de koek. Koek, koek. Je vindt camera leuk, hè, meisje? Je bent ook niet echt cameraschuw, nee. Lady. Hé, hey, meisje. Lady. Lady. Kom. Nou, dan gaan we ook die kant oplopen. Ook goed. Dan gaan we toch die kant. Prima. Geen punt bij kawaii, hoor. Dit is veel te leuk. Samen nog spelen. Ja, dat is leuk. Ja, Lady heeft er nog geen zin in. Nee, zullen we dat maar zeggen. Want die heeft zoiets van, nou, ik blijf lekker staan en ik ga nog even met Senna spelen. Met de hond, ja. Takkie spelen, ja. Dus ja. Mm-hmm. Gezellig. Ik praat hem wel vol hoor, dat maakt niet uit. Nee, ik weet nog niet hoe ver ik ben, maar dat komt wel goed. Ja hoor. En ze heeft er nog geen zin in, hè, om mee te gaan. Ze is zo, nou, ik ga lekker mijn eigen weg. Maar dat is de husky gedrag. Maakt niet uit. Het wordt een beetje koud, hè? Nee. Oh, wat denk je? Ik neem ook maar een stok mee. Ik ga ook een stokje knagen. Lady, ik ben hier, hè? Kijk. Oh, wat denk je? Ik zeg kijk en dan komen wij ook. Ja, maar ze is ook lief. Een border collie met een malamoet, ja. En de karakter van de border collie. En de vachter van de mol. Ja. Slash hus. Oké. Okay. Maar ik vind een border collie dat een beetje terughoudende honden tegenover mensen. Ja, tegenover de eigen baas waarschijnlijk niet. Ja, dat kan. Nou, en ik ga nu een beetje een soort van park uit. Ja, je steek over. Je weet wel hoe ik loop, hè, meisje. Ja, Lofie doet het goed. Ja. Moet ik het ook niet zelf dichtbij houden. Maar mijn camera die zit nou niet lekker in mijn handen. En ik heb koude handjes. Dus ja, dat schiet ook niet echt op, hè, dan. Nee. Even zo. Ja, alle ruwe materialen moeten erin komen. Dus jullie gaan nu echt alles zien van hoe ik het wat en wat dus anders altijd eruit ga knippen, et cetera. Dus dat is ook wel weer grappig. Nou, ik heb mijn tas dus nu om. Kijk, daar is Lofie. Dat is leuk om dit zo te zien. Normaal dan zou ik dit doen, eigenlijk. Ja. Messi. En toen. Lady is al lekker vast aan de lijn. Hi. Hi. Ja, 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 snuffelen. Ga mee, kom maar. Ja, wat zijn jullie braaf voor. Ho, schat. Goed zo, keurig. Ja, je bent braaf. Alle ruwe materiaal, joepie de poepie. Je mag nou ook helemaal niks eruit knippen, dus... Ja, dat is leuk. Nou, dit is dus het Louwman Museum. En ik vind dit eigenlijk altijd wel gaaf. Dit ding hier. Heeft wel wat.
nou, dit wat hem dus niet. Want dit is particuliere weiland, dus ja, dat mogen we niet gebruiken. Maar oké, okay, maakt allemaal niet uit, maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Kom maar, meisje, kom. Kom maar, lady. Nee? Kom maar, kom. Lovely, ga mee. Doei. Ga mee dan. Er wordt zaterdag nog wat, hè? Ik bedoel zondag, sorry. 4 februari. Ja, er wordt nog geen de trein. Dat is ook voor jou nieuw. Trein. Schat, ga je mee? Kom. Ja, bankjes snuffelen. Dat is leuk. I know. Oh, het stikke idee. We gaan er weer in kukkelen. Mag ik lachen dan? Als we er weer in gaan kukkelen. Je bent nou net droog. Je was nat. Ja, je was nat, ja. Dat weet ik. Je was echt nat. Nou, dan ben ik ook zometeen thuis. Nou ja, dan ga ik dus nu richting huis lopen. Ja. En als ik daar vlakbij thuis ben, dan... als ik thuis ben... Ik zal eventjes naar mezelf toe draaien. Haha, grapje. Ja. Als ik dus zometeen thuis ben, dan ga ik eventjes de vlog weer inplannen in YouTube. En dan de andere vlog weer even renderen, want die heb ik ook allemaal klaar. Maar moet ik eventjes, zoals mijn moeder het zou gaan zeggen, lassen. Lovely, kom. Ja, niet zo snel, over dat bruggetje, ja. Niet zo snel, over dat bruggetje, nee. Ga mee, doe maar, ja. Ja, joepie. Wil je filmen, vind ik leuk? Ja, even gek doen, daar hou ik van. Moet kunnen, gek doen. Ja, moet ik eventjes mijn vlogcamera weer in de andere kant houden. Het gaat me eigenlijk wel goed af hoor. Een hele lange vlog te gaan maken, moet ik zeggen. Ja, het is wel leuk. En zo zijn jullie er toch even lekker bij. Alleen ja, niet iedereen die wil op de vlog. Dus ja, daar moet ik ook even rekening mee houden. Even deze alvast even hier langs halen. Zo. Even zo. Ja, normaal dan zou ik dus nu al mijn camera even uitdoen. Maar dat gaat dus nou niet. Want. Ja, zo. Alles moet eventjes erin gepland worden. Kijk. Ja. Dat is nog even wat. Ja. Ik krijg koude handjes. Ik weet niet wat het weer raar doet, maar het weer doet gewoon raar. Ja, 'smiddags, 's ochtends was het nog lekker. Het is nu al net 4:15 dat ik van iemand anders doe, zei. Dus ja, en daar hebben we dus weer dat vrouwtje vanuit Voorburg. Met een Australian coolie. Dus dat is ook wel weer grappig. Dus even kijken of ik mijn visitekaartje kan pakken. Nee, niet uitdagen. Even kijken. Lady, rustig. Rustig, lady. Rustig. Zo. Ja, ik moet nu alles met heel veel handen doen. Dat schiet niet altijd even op. Nee. Kijk. En daar hadden we jou weer, hè? Ja. Hi. Hi. Ja. En daar hadden we jou weer. Dat gaat lekker, hè, zo. Ja. Kijk eens, ik weet niet of je mijn visitekaartje al had, trouwens. Oké. Okay. Want ik ben aan het vloggen. Ook. Ja, ik en ik vlog. Ja. Oh, je leuk. Vlogt. Oh. Ja, ik vlog okay. Ook. Ja. Ja, en dat komt allemaal weer op YouTube te staan. Oh, ja. En ik ben dus nu, heb ik er dus een challenge gaande. Ja. Om dus in februari, ja joh, ga de husky nadoen. Om dus in februari dus een één dag uitkiezen en wij dus een hele lange vlog heb. Dus niet, oh, okay. En niet een normale vlog van een 10 minuten à 20 minuten. Nee, en zo lang mogelijk. Ja, leuk. Ja, maar dat is toch gewoon leuk? Ja, tuurlijk. Waarom? Leuk. Hij is gewoon, doei. Ja, yeah. Dat was leuk, hè, kind. Nou, dat was dus inderdaad het vrouwtje vanuit Voorburg. Zij is ook fotograaf, blijkbaar. Dat is wel grappig. We gaan niet in dat... Ding springen als show, hè? Want je vindt het erg leuk. Dat weet ik. Moet ik weer even zo doen. Hartstikke idee. Hola die jee. Joehoe. Ik krijg koude handen, mensen. Nee. Echt
gewoon koud. Ik ben blij als ik weer thuis ben, want dan kan ik de kachel aandoen en dan kan ik lekker warme chocolademelk drinken. Daar heb ik erg veel zin in. Lady vindt alles prima, hè? Ja, en toen? Ja, en toen? En dan? Spring in het veld. Ja, iedereen die zegt dat tegen jou. En dan zeg ik van ja, maar dat was mijn woordje. Maar dan krijg ik te horen van ja, maar dat woordje is al zo oud als de weg naar Rome. Nee, vind ik niet leuk. Dan ben ik het eerste die het zegt. Spring in het veld tegen je en dan gaat iedereen het zeggen tegen jou. He, maar dat maakt niet uit, geeft niet hoor. Ik weet niet of jullie het zien. Waarschijnlijk wel. Hoe mooie lucht het gewoon is hier. Ja, dat is lekkere kind. Lekker. Ja, hier ook in naar beneden. En plonzen zo, hè? Ja, dat weet je. Ja, en alles leg ik nu vast. Echt alles. Want het is nu dus een challenge gaande, hè, meid? Kom maar. Nee. Lovely, kom. Kom maar. Hop. Lovely, kom. Deze kant. Lovely. Nee, kom. Ja, luisteren jij, dame. Toch niet? Toch niet zwemmen? Toch maar niet zwemmen? Nee, toch maar niet? Nee, oké, nou, dat is goed toch? Als je niet wil zwemmen, oh ja, maar dan ga ik daar naartoe. Dan ga ik even drinken, water drinken. Ja, dat is leuk. Dat is, maar dat is wel grappig, water drinken. Kom maar, lovely, kom. Ja, grote meid hoor. Ja, je bent lief. Ja, Vlindertuin Rijksbergen. Nou, ik heb haar dus nu ook lekker vast. 5:30. Kom maar, meisje, kom. Wel naar huis, want ik moet ook nog wat halen voor jullie. Om 6:00, ja, 5:00, 6:00 weet ik veel. En gaan de winkels dicht. Ik kan ook morgen dan wel. Maar... Het is volle maan trouwens, mensen. Ik moet daar vanavond ook nog even foto's van gaan maken. Volle maan. Oeh, wat leuk. Het is echt een hele mooie maan. Hele mooie volle maan. Ja, pak ik jou, lady. Zo. Kun je die kleine gewoon trekken wat ze wil? Nou ja, trekken niet, maar... Ze is wel weer even moe, ja. Kom meisje, kom maar. Ja. Goed zo. Lady en die zoekt wel lekker mee, hoor. Die is al een beetje ouder, hè, vanzelf. Ik heb koude handjes, had ik al vandaag. Ja, dat had ik al. Nou, heb jij een takje weer mee? Nee, toch niet? Laat ze liggen. Ja. Nee, nee, kom maar. Lovely. Hey, wat ben je een braaf kindje. Ja, je wordt groot. Ook dat nog. Ja, piesje. Vind ik leuk. Kom maar, ja. Grote meid hoor. Kom maar, ja. Wacht, kom. Kom, kom. Lady, kom maar. Ja. Yeah. Komt nou niks aan? Kom maar, over. Ja, er komt wel wat aan, maar niet echt heel erg dichtbij. Kijk. Dames, we gaan hier even wachten. Wachten. Wachten, dames. Wachten. Er komen allemaal ouders aan. En dat is niet slim, niet. Nee, wachten. Wachten. Ja, over. Kom maar. Hey, halt. Wachten. Ja. Nee, we gaan even hier over. Kom maar. Over het gras. Kom maar. Nee, normaal had dat wel gekund. Maar ik heb nou een camera dat ik dus nu een hele vlog in elkaar moet gaan zetten. Van langer dan 10 à 20 minuten. Ja. Dus dit wordt al heel veel. Want ik had net al filmpjes van 7 met bijna 8 minuten. Dus ja, gaat lekker. Dus dat is al een uur. Dus dit wordt alweer 2 uur. Straks misschien 3 uur. Maar lekker. Weekend het langste. Dat is leuk. Ik heb koude handen, mensen. Maar ik heb het er voor jullie over.
Ik heb het er voor jullie over. Nee, gaan we niet achteraan. Niet, nee. Dat wij het niet gaan doen. Of jullie de maan gaan zien? Nee, dat zien jullie niet. Jammer. Door. Nee. Kom maar. Goed zo. Knap kind. Rustig. Nou, Emma, dit zijn twee dames, dus. Ja, en ik moet die kant op. Ja, oké. Okay. Ja. Duh. Weet niet. Ja, de mijne is lopen, ja. En? Kom. Lopen. Kom maar. Ja. Ik ben ook een keertje nog aan het filmen, dus ja. Ik zou wel moeten, nu. Nou ja, moeten niet, maar ik vind dat ik het moet doen. Ja. Kom maar. Goed zo. De mijne is lopen, ja. En ik heb twee teefjes. Nou, boeiend. Kom maar. Zo. Kijk, en dat had ik er dan weer uitgeknipt, hè, dat ik even dit ging doen. Ja. Meisje, even aan deze kant. Goed zo. Echt alles. Krijg ik nu alles. Nou ja, alles. Dat ik en naar de wc gaan, niet, nog net niet. Maar kan wel, maar... Ik doe dat en dat. En dat is gewoon echt privé. Wat ga je doen? Piezen, zeg maar. Die zit licht. Nou, licht zit. Nee. Die is gewoon een beetje aan het snuffelen. Ze wordt alweer lekker groot. Kom maar. Ja. Dan ben ik lekker lang met jullie bezig. Hè? Moet ik zo even kijken hoe lang ik buiten ben geweest met jullie. Ga ik toch even kijken. Kom. Je bent lekker aan het trekken, schatje. Kom maar, kom. Ja, je hebt nog niet zo lang een lijn, schat. Kom. Je hebt nog niet zo lang een lijn als die van Lady. Zo, hola. Zo. Ja. Lady, die sukkelt gewoon lekker door. Hebben jullie het in de gaten? En die heeft zoiets, ja, ik kom weer naar huis, joepie, ik heb er zin in. Dus ik ga weer lekker naar huis toe lopen. Ja, kom maar meis, lady, kom. Lady, kom, kom maar. Goed zo. Ja, hè. En één ding weet ik, mensen, het wordt koud. Het is koud, ik heb koude handen. Dan, en dan is het niet lekker meer filmen, maar oké. Okay. Nee, alle foutjes blijven er gewoon in zitten. Alle foutjes. Ja, dat is het leukste. Alle kleine foutjes blijven erin zitten in de vlog. Ja. Kom maar, meisje, kom maar. Hi. Ja, alle foutjes blijven er allemaal in zitten in de vlog. Joepie. Dus ik denk dat ik nu wel bijna zowat aan de... Aan de 2 uur gewoon zo wat zit. Of langer al. Dus het gaat helemaal goed komen dit. Geweldig. Langer dan. Ik wil eigenlijk proberen een vlog van 6 uur te krijgen. Dus ja. Mag ik nog heel veel bij elkaar gaan praten. Maar dat komt helemaal wel goed hoor. Dat vind ik helemaal erg. Een vlog van 6 uur. Hebben jullie even een vlog van 6 uur? Ja. Dat is leuk. Een vlog van 6 uur. Ro! Volgens mij was dat Ro. Ik even kijken. Zo, mooie auto. Kom. Nee, kom. Kom. Lopen. Ro die woont hier om de hoek. Om dit huisje heen. Nee, schat, kom. Deze kant. Deze kant, kom. Ja, kom maar. Ja, nog een minuutje alweer, gaat hard zo. Ja. Nou, en dan hoop ik dat jullie deze hele lange vlog leuk gaan vinden en niet saai.
En anders heb ik pech. Ja. Dan heb ik gewoon pech. Als jullie deze challenge gewoon niet leuk vinden. Maar ja, wij hebben gewoon een challenge en dat gaan de meerdere doen. Dus diegene die dit ook heeft gedaan, daar ga ik sowieso eventjes de link even in de beschrijving zetten. Van wanneer ze het misschien gaan doen. Ik weet niet wanneer, maar dit is de uit mijn hoofd. Deze is dus voor de 10e. Want deze komt dus 10 februari online. Dus ja, het is helemaal geweldig gezellig. Wanneer de anderen gaan doen, weet ik niet. Nee, maar zodra hun dus hun challenge aanvaard hebben en dus ook hun vlog online hebben gezet, ook reel materiaal. Zodra dat hun het hebben gedaan, dan zet ik hun kanaal onder in mijn beschrijving. Dat is wel zo eerlijk, toch? Ja, dat is inderdaad wel zo eerlijk. Toen liep ik alweer hier, bijna thuis. Bijna thuis, maar ik leuk weten jullie waarschijnlijk niet eens. Dat hoeft ook niet. Nee. Oké, helemaal nergens voor nodig. Dat jullie weten waar ik loop. Helemaal nergens voor nodig. Ja, ergens in een straat in Nederland. Ergens. Ja. En ik loop gewoon zo. Beunhaas, dan kun je lekker stinken, joh. Ja, je kunt stinken. Ja, ja. Nou, ik wil even deze hand, die wordt wel weer lekker warm. Even donker. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Mag ik heel even mijn... Oh, kijk. Joe. Ka. Ja, ik ben er weer. Nou, dat blijft er dus nu ook in. Normaal knip ik echt alle kleine stukjes eruit. Wazige gedeelte gaan zo maar door. Ja. Maar ook dat hoort erbij bij het vloggen. Dat soms de camera even niet goed focust. Nee, dat hoort er allemaal bij. Dus ja. En ja, ik let ook gewoon op hun hoor. Dus geen punt bij kwijt. Nee. Helemaal niet erg. Nee hoor. Helemaal niet. Ik vind het wel even lekker. En dan pleur ik ze eventjes bovenaf. Dan gaan jullie allemaal zien. Allemaal. Hoe het ritueel eraan toe gaat met honden. Ja, dat is leuk. Ja. Ja, ja, ik ben even stil nu. Even adempauze. Lijkt me ook wel even lekker. En dan gewoon heel klein muziekje erbij onder. Of zo. Ja, kleine, we gaan zo naar huis. Druktemaker. Het trekt me de armen en mijn schouder uit mijn kom. Zo, wachten. Rustig. Zitten. 1, 2. Goed zo, kom maar, kom. Ja. Ze is helemaal hyper de pieper blij, omdat ze dus naar binnen mag. Kijk, lady haar. Lijn hangt zo en die van haar is gewoon strak. Als zij zoiets, yeah, ik mag weer naar binnen, joehoe. Mag lekker weer naar huis. Maar als je nou even geduld hebt, schat, dan kun je los. Zitten. Lady even wachten. Nou, dan gaan jullie dit ook dus meemaken nu. Hoe dit gaat. Wachten, Lofly. Wachten. Ja. Goed zo. Wacht hier hoor. Blijf, jonge dame. Deze eventjes om mijn hals heen. Nou ja, hals. Maar even om mijn nek heen. Hé. Alles wordt nu gefilmd wat ik aan het doen ben. Joehoe. Mijn sleutels pakken, lijkt me handig. Ja, ze weet ook gewoon waar het huis ook is, hè, mensen. Ze weet gewoon waar het huis is. Ja, dat weet ze gewoon. Ik ben heel blij mee. Ja, en dan ben ik hem. Kom, Lofly, hier, ga mee. Zo, Tok. Oh. Gekkie ook, hè, ben je. Je bent ook een gekkie. Ja. Je bent een gekkie, jij. Ja, je bent gewoon een gekkie. Kom maar.
Zo, hij gaat wel heel langzaam. Ik weet niet wie dat heeft gedaan, zo langzaam. Maar het is niet fijn. Zo. En Lady, jij mag ook naar boven toe. Kom maar, naar boven, kom. Lady, kom. Kom maar. Kom. Kom maar, ga mee. Lady, kom. Cookie. Oeh, ik ga Cookie hoor voor je pakken. Kom maar. Doei. Dag, Lady. Ga mee. Kom maar. Wat? Wat? Kom dan. Lady, kom. Wat? Grote mond hou jij, kleine. Ja, wat? Ik doe deze even in mijn hand. Hier heb ik even mijn haarsleutels. Toen had ik hier licht. Ja. Kom maar naar binnen. Het is hier een beetje erg donker. Ja, het is hier al erg donker nu, momenteel, maar oké. Maakt even niet uit. Hehe. Alleen met jullie gelijk weer zometeen mee naar wat anders. Ook gelijk even doen. Ik hier eerst eventjes licht creëren en alles. Ook dat is erg handig. Hartstikke idee. Zo. Toen was het bijna licht hier. Bijna. Ja. Alles is hier ook. Hè. Kijk. Dat zeg ik. Toen was er een licht. Even de koekjes eventjes veilig opbergen. De koekjes. Even veilig opbergen. Die Darwin. Even broek even omhoog hijsen. Ja. Nou. Maar in het winkelcentrum mag ik dus niet vloggen. Dus excuusje waar al daarvoor. Nou, en dan ga ik weer even pleiten. Nou, dan doe ik dus altijd mijn slaapkamerdeur op de haak. Want anders dan gaat Lady dus in mijn slaapkamer zitten. Tot zometeen. Tot strakjes, doei, tot zometeen. Dan moet ik even mijn app uitzetten. Tot zometeen, schat. Ja. Ja. Ook dat nog. Dan moet ik mijn app even uitzetten. Gaat lekker zo. Even aanzetten. Die zo. Yep. Daar kijk ik zo meteen wel even naar. Nou ja, voor jullie zo handig. Ik heb nu net 1:19:48 gelopen. Nou ja, ik niet. Ja, ik wel. Maar dan. Oké, nou is hij in één keer sneller. Oké, ik vind het prima. Top. Nou, en dan ga ik dus nu even naar het winkelcentrum toe lopen, maar ik neem jullie gewoon gezellig mee. Ja, dat had ik beloofd. Ja, toen krijg ik allemaal weer berichten. Ja, ik krijg allemaal berichten. Ik ben beroemd en berucht. Kijk, normaal dan had ik dit al lang al en breed gedaan, maar dan is het gewoon even mijn camera uit. Maar ik ga even een looppasje erin nemen. Ja, ik ga er even een looppasje in nemen. Omdat ik dat leuk vind. Ja, dat vind ik gewoon gezellig. Dat samen met jullie te gaan doen. Eventjes een plantje afleveren. Oeh, die is niet fijn. Het dekseltje legt open. Nee, dat is niet fijn, nee. Oeh, nee. Maar ja, ik ga niet iedereen continu zeggen van ja, maar dit, ja, maar dat. Nee hoor, geen zin in. Geen ochtend, nee. Dus ja, nu ga ik even naar het winkelcentrum. Bloemetje afgeven aan Geen en Deen. Ja, aan Geen en Deen moet ik dat even gaan doen. Hip. Ja, ik ben blij dat ik deze camera weer heb, want ik deed het met mijn telefoon. Nou, zoveel dingen wat ik weg moest halen, omdat ik overal rekening mee moet houden. Ja, en daar let je dan even niet op. En op dit schermpje, ja, dat is gewoon wat fijner. Je hebt gelijk je camera. Daar kijk ik ook wel in. Maar ik kijk ook soms van, oké. Waar moet ik toch een beetje op letten? Het gaat goed. Dus daar ben ik blij mee.
Dus ik moet even een bot halen voor Lady en Loffy. Want ik heb er nou twee of zo thuis liggen. Dan kan er eentje weer naar mijn vriendje toe, naar mijn mannetje. Ja, ja, ik noem het nog steeds mijn mannetje, ook al is het mijn ex. Maar ja, we zijn gewoon hele goede maatjes. Dus ja, ja. En ik noem het gewoon steeds mijn mannetje. Ik vind het prima. En daarbij, het is ook gewoon een schatje gewoon. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, daar ben ik echt heel blij mee. Dat het gewoon een schatje is. En het wordt alweer een beetje donkerder, mensen. Ja, het is lekker schemerig. Het is mooi weer, alleen daar merken jullie waarschijnlijk niks van. Maar kijk, hier, oh, weet niet of jullie het zien. Kijk, daar is een lantaarnpaal al aan. Iedereen is in de keuken bezig om te gaan koken. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, daarom zeg ik al, ik moet over alles in de gaten gaan houden. Nog steeds. Ja, en toen was ik er weer. Ja, nog steeds, ja. Zo, vanuit het niets neem ik jullie gewoon overal mee. Zo grappig dit eigenlijk. Gewoon een helemaal ruw materiaal. Ik zal even jullie eventjes in een andere hand doen. Normaal dat we het dus alweer uit hebben gedaan. Ja, maar dit is dus voor een heel speciaal iemand. Nou ja, speciaal. Leg ik jullie zo meteen uit waarom deze bloemetje is. Kijk, is ze mooi, hè? Ik heb wel smaak. Dat dan wel voor een man, maar oké. Maakt niet uit. Het gaat om het gebaar. Dus, en het gebaar is goed bedoeld. Ik heb het hem beloofd. Een bloemetje, plantje. Ik vind het helemaal prima. Ja. Ik zat gek een prijskaartje op. En jullie krijgen het ook niet te weten van hoe duur die deze was. Nee. Dat zeg ik, het gaat gewoon om het gebaar. En als het gebaar maar goed is, daar gaat mij het om. Zolang het gebaar goed is, dan is alles prima. Dus ja. En ik ben er blij mee. Dat mijn gebaar gewoon goed is. Dan hoop ik nog dat ze open zijn, want anders moet ik morgen hier weer naartoe. Ja. Ik ben een beetje laat, maar oké, maakt niet uit. Ik vind alles goed. Vandaag prima, helemaal goed. Ik ben niet zo moeilijk nu. Nu niet, normaal wel. Ja. Even kijken of Roderick ook nog zo meteen van naar mij toe komt. Weet ik niet. Hij heeft ook Max vanzelf. Even kijken. Ja. Dat is mooi. En ik ben eigenlijk wel blij dat ik gewoon lekker heel ver vooruit loop. In plaats van vandaag opnemen, morgen dat jullie het kijken. Nee, gewoon lekker vooruit. Heerlijk. Daar hou ik van. Ja, dan ga ik jullie wel eventjes aan de andere kant. Moet ik jullie toch zo meteen uitzetten, mensen? Ik kan er echt niks aan doen, want ik mag hier binnen niet vloggen. Nee, dus ik ga jullie vast even uitdoen en dan zien jullie me zo meteen weer. Nou, helaas was al de slager al dicht en de fietsenmaker. Dus het plantje heb ik nog steeds bij me. Dus dat ga ik weer morgen doen. Ja! Hè? Nou ja, en dan heb ik ook nog eens een keertje nu Roderick aan de telefoon. Ja, ik ben lekker multitasker. Ik ben aan het vloggen, ik heb jou aan de lijn. Dan heb ik nog mijn plantje vast. Dus ja, dat gaat helemaal goed komen. Nou, omdat ik nou toch een langere vlog moet gaan maken. Dus ja, dan mogen ze ook alles nu weten. Nou ja, weten, maar... Oh, ja, ja. Hè? Nee. En ze kunnen nog niet meeluisteren. Nee. Ja. Ik wil je wel op en op de speaker zetten, hoor. Maar... Oké, wacht even dan. Zo. Ja, nou, toen konden jullie Roderick ook eens een keertje nog weer horen. Maar dan flikker ik hem eventjes in mijn jaszak. Ja. Even kijken of dat lukt. En wat jullie dan nog eens een keertje horen. Ja, normaal dan zou ik hem al lang alweer een breed even pauze hebben gezet. Maar dat gaat nou niet. Nee.
Ja, het gaat wel met een verliesje challenge eigenlijk, met de langste vlog natuurlijk. Ja, en dat wil ik dus niet. Ik was jou aan het vertellen over hoe goed Max het allemaal deed. Ja. Want ik ben af en toe even postbezorgen. Ja. En tussen de wijken door even naar huis, een andere wijk oppakken. Maar die was dus vlak bij mij in de buurt, ik dacht, dan ga ik even naar huis. Dan haal ik Max op, dan gaan we lekker samen met het karretje gaan we even onderweg. Nou, hij bleef prima netjes bij mij in de buurt bij het karretje. Mooi. En heel vriendelijk naar iedereen toe. Mooi zo. En netjes op wachten bij de stoep als ze over moesten steken. Ja. En netjes meelopen, niet aan de lijn trekken. Netjes. Netjes naar het karretje willen lopen. Nou, helemaal geweldig. Maar die lijn is ook... Oké. En maar de lijn is ook lekker, hè? Dus, hè? Dus, ja. Hoop maar niet. Nee, wat ik vraag. Alleen even het raad heel erg, dat is tegen. Ja, maar dat is een husky. Ja, precies. Dat is een husky. Mooi pluizen raak, hè Max? Ja. Maar het is volle maan, hè? Volle maan? Oh. Ja, moet je maar op je balkon gaan kijken en dan zie je het wel. Oké. Ja, oké. Ja, ik ben aan het telefoneren en dan ben ik nog eens een keertje aan het vloggen. En de langste vlog die ik wil hebben. Wat is je? Hè? En naar de maan aan het kijken. Nou, ik heb net nog hele mooie foto's gemaakt. Ja. En van Benji, van Lady, van Lovely en dan nog van een andere hond. En van een hele mooie jonge herde nog. En nog van andere hondjes. Dus ik heb mijn visitekaartjes nog uitgedeeld. Dus ja, gaat goed. Gaat helemaal goed komen zo. Ja, goed hè. En ik vroeg nog wat aan je, alleen ben ik kwijt wat ik vroeg. Dus dat staat dan wel weer op de vlog. En ik had al zeven filmpjes van bijna 8 minuten. Dus dat is al een uur. 7, 8, 6, bijna een uur, ja. Die op 4 minuten. Ja, en dan heb ik nou alweer aardig wat filmpjes. Ja, nou ja, en dan heb ik nu, nou ja, hallo, het is 8 minuten en 40 seconden, dus reken uit. Dat is meer dan een uur. Ja, nou, dat zeg ik. Nou, en dan heb ik nu alweer aardig wat filmpjes, maar ja. Ik denk wel dat ik de 3 à 4 uur ga halen hoor, qua vlog. Oké. Gewoon een vlog. Oké. En niet eens live. Nee, precies. Ja, grappig hè? Gewoon er helemaal in plempen. Nergens in knippen of plakken. Nee, gewoon gelijk renderen. Oké. Dat moet alles aan elkaar plakken, dat delen. Zo, ja, precies. Ja, mijn arm werd een beetje zwaar, dus ja, dan moet ik jullie weer even omzwieren. Ja, dat ga je dan krijgen, inderdaad. Oh, goed zo. Fijn, dankjewel. Ding vasthouden. Oh ja, ik zei over het fotograferen wat ik had gedaan. Ja. Kom je ook nog zometeen even nog even naar mij toe of niet? Ja. Want om 6 uur en dan gaat namelijk Mr. Storytime online, hè? Oké, dan wil ik er zeker bij zijn. Ja, Maar, dat was mijn vraag. Heeft hij het allemaal goed gedaan met balkon of niet? Met wat? Met het balkon. Balkon? Ja, het balkon is nog heel. Zit er nog aan. Ha. Is dat goed? Nee, maar je vroeg mij wat. Dus ik zei al van nee, ja. Want... Ja, goed. Dat zit ik dan weer te denken dat hij misschien over het randje van het balkon heen wil springen. Ja, alles maar kan, is, maar... Hij is gewoon nog binnen, dus dat is geen probleem. Nee, daarom. Ja, je bent gewoon lekker nog binnen. Ja. Hey! Ja. Hè? Alles kan, zei je toch? Ja, alles kan. Water kan, koffie. Hou je mond eens even. Hey! Hou je mond eens even. Dank je. Nee, ik heb hier nog een telefoon. Hallo, Ro. Wat? Nee. Ik heb hier nog een telefoon en gesprek. Oh, leuk joh, sorry. Dus ja. Nee hoor, dat maakt niet uit. En dan ben ik ook nog eens een keertje even aan het vloggen, dus ja. Leuk joh.
Dus, ja, lekker. Met jou? Ja, met Rauw gaat alles goed. Okay, doe het even zo. We gaan naar huis, zo. Ik zie hem wel. Hey, is goed. Okay, is goed. Avond, dank je. Doei, doei. Wat een tik idee. Ja, er zijn ook buren die er gewoon niet op willen. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden. Ja. Nou, en daar hou ik gewoon rekening mee. Ik wel. En dan draai ik hem gewoon eventjes. Ja, toch. Niet dan. Ja. En dan ga ik weer eventjes inbreken. Veilig en wel. Ja, veilig. Inbreken. Ik ga inbreken in mijn eigen huis. Hoe vind je die? Hey, Ro. Die hoort me echt niet hoor, mensen. Nee. Nee, die hoort me echt gewoon niet. En dan heb ik nog weer één batterijtje. Dus ik moet soms toch weer even een beetje opladen. Ja. Oh, tot nog. Wat een ziek idee. Hoe laat die? Dat heb je ervan, hè? Snel, 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 jong. Hey, kinders. Ja, daar ben ik weer. Ja, daar ben ik weer. Hey, ik ga toch even jou even controleren, schat. Ja, ik ga jou toch weer even controleren. Hey, Missy. Mag ik erbij? Mag ik erbij? Ja, de. Mag ik erbij? Het is hier erg donker, weet ik. Zullen we hier een beetje licht verzamelen? Hey. Ja? Moet toch weer een beetje licht verzamelen. Hé? Daar ligt niks. Hier kijken. Hier ligt ook niks. Nee, daar ben ik heel trots op, mijn meisje. Alleen, ik moet even mijn ding even opruimen. Gewoon met zakjes. Dat doe ik ook zo meteen even. Ja. Ik ga eens mijn jas even uitdoen. Heel even hoor, ja. Nou, niet heel even, maar ik ga wel even mijn jas even uitdoen, ja. Hey, Missy! Ja, nou, en hier liggen de andere twee schatjes. Ja, daar zit zij. Ja, je hebt het lief. Je hebt weer gespeeld en met Benji. Ja. Nou, ik ga even foto's maken van een mooie volle maan. Ja, ik weet dat hier alles nog moet gedaan worden. Rodi gaat zo eventjes... voor ons even warme chocolademelk maken. Hey. En is aangewezen als vrijwillig om vandaag de afwas te doen. Ja, want ik zit niet echt lekker in mijn velletje. Ik heb het koud en ik ga eventjes een hele mooie foto's maken van de maan. Even kijken of mijn instellingen goed zijn. Vast wel. Dankjewel. Gaan we even kijken met jouw instellingen meekijken. Ja, je doet je best maar vandaag. Ik ga zo eerst sowieso eventjes een testfoto maken om te kijken of hij goed staat. Dat denk ik nog niet, maar oké. We gaan het weer beleven. Ja, spannend. Wel duister. Even kijken, is het een mooie maan? Hier op inzoomen. Oh, een beetje te veel. Nou, dat wordt niet echt mooi. Hè? Inzoomen op de maan wordt niet echt mooi. Maar goed, daar heb je een fotocamera voor. En ik ga nu chocolademelk maken. Kijk, ja, hoe mooi. Oh, even kijken. Kijk hoe mooi. Nee, dan moet je even dat ding even... Juist. Nee, dit wordt niet mooi op de film. Maar ja. Jammer. Maar, chocolade. Hoe maak je chocolade? Nee. De eerste. Wat hebben we hier? De waterkoker. Het water erin, aanzetten. Tweede. Een beker. Om het in te doen. Dan nog handen. Dan nog meteen even afwassen. Oh, ik maak het ook niet even kijken en hier wel de livestream bij ons. Dan is dat story time. Want ik sta
zit morgen. Nee, morgen zou het gaan regenen. Oh ja, ik zit nog op de rand. Heb je ook de vlogcamera nog aan? Oh ja, dat weet ik niet. Ja, maar staat zo klaar de beste voor jou. Oké. Ik heb 255 foto's. Dat kan wel tegen. Ja, in totaal, hè, van vandaag. Vandaag, dat zal weer tegen. Ja. Je weet, ik zit hier. Dan heb je voor 5000 foto's vandaag. Hallo, weet niet. Foto's hoor. Die zie ik nou pas. Ja, dat is onze Benji. Ja, kijk hier dan. Nee, maar zie je hoe groot ze nou wordt? Ja. Nog eventjes, hè. Nu moet ze nog omhoog kijken. Eerst moet ze springen. Nu is het gewoon omhoog kijken. Nee, die gewoon vast, hè? Zus, ja, maar ik heb nog een mooie foto. En toen waren er dus twee honden met haar bezig. Als je hem leuk vindt, want ik ben nu 1 uur en 56 minuten aan het streamen. Verdient misschien wel een duimpje. Meester Storytime, dankjewel Toppie, dankjewel, hartstikke fijn jongen. Top. Nou Suus, stel je maar even voor, ben je YouTuber, content creator, en wat doe je? In het dagelijks leven, nee, maar als YouTuber hè. En Lisa, zou je mijn vraag kunnen beantwoorden, want meneer Axe gaat het heel druk krijgen. Axe, ingewikkeld. Hoezo? Axe, dat is een YouTuber, en die is een beetje lady, een lovely. Zorgt er ook voor dat mensen in de squad komen en zo. Dus ik heb heel veel te danken aan mijn actie. Maar dit is gewoon een hele mooie, want nou kan je precies zien hoe groot ze is. Ja, precies. Echt okay, dus dit doet niks, okay. Ja. Nog eventjes een maandje en dan is het passé. Dat denk ik wel, ja. Kijk hier. Mm-hmm. Ja, maar ze doet ook echt gewoon overal mee, hè? Mee met spelen. Ja. Alleen, ik ben de naam even kwijt van die hond, maar... Het waren drie teefjes nou bij elkaar, hè? Nee, ze hebben heel veel berichten ongelezen, dat vind ik irritant. Hier, opletten, kijk. Nou mis ik gewoon heel veel leuke dingen op de storytime. Dat is het boven. Oh, dat geeft niet. Okay. En de baas en die vond deze zo'n mooie foto. Joehoe! Kijk, en waar je dus nou op moet letten, het is nou dus 7 minuut 30 en nou heb je nu nog 1 minuut en 8, 7 seconden en dan gaat hij zo meteen zelf uit en anders kan ik hem weer opnemen. Ik dacht een McDonald's, maar...
Kijk, hier ook dan. Statig kijken. Ja, ik weet haar naam even niet meer van, hè, van het fruitje van Benji. Maar die zei al van, ja, maar ik weet niet of, ja, maar Emma, ze heeft de karakter van een mannenmoed. Ik zei, denk ik het niet. Hoezo? Ik zei, nou, ik zei, althans haar naam al roepen en dan komt ze. Huh? Ik zei, lovely. Nee, ik kan wachten. Ik zei, lovely. Nou, tik. Hè? Zij luistert goed, ik zie je. Heeft een probleem. Geen probleem hoor. Nee, maar ik laat hem gewoon lekker afgaan. Ja, ik laat hem gewoon helemaal afgaan. Ik merk dat vanzelf. Ja hoor. Kijk, mooie foto's hè. Maar mensen, mijn koffie wordt koud en ik had toosjes klaar. En dan begin ik weer hoor. Ja hoor. Ja, maar dat licht in je ogen of wel helemaal niks. Nee, maar deze vind ik ook heel gaaf hoor. Is hij nog gebruikt, zeg maar. Maar mensen. Dus het is nog. Mensen. Heel klein mini stukje. Ik vind het heel erg fijn dat jullie met me kijken. Dat jullie genieten van wat ik zeg en ook als ik stil ben. Dat jullie luisteren. Genieten van de stilte. In zoverre dat, nou ja, je weet het wel. Maar ik heb echt ergens een hele mooie foto van Lady en Lovely. Die is er, dat maakt niet heel veel uit. Actie, kijk nu naar me. Nee. Ik zie de app voorbij komen, dat is akkoord. Voeg diegene maar toe. Dus. Kijk, deze vind ik heel gaaf. Er zijn mensen die hier komen en niks zeggen en dan ineens weggaan. Deze vind ik zo gaaf. Dat is ook geen zin. Dus kijk me recht aan. Vind ik eigenlijk. Voor mijn gevoel dan, ja, hè? Ja, dan kijk ik inderdaad van dit op in. En deze is zwaar, zeg maar, ik vind hem zo gaaf. Kijk, het moet wel leuk blijven. Is het bewegend? Ja, hij is bewegend, maar daar is ik al. Dus die... Maar daarom zeg ik al, hij is wel bewogen, maar ik vind hem zo gaaf. Je ziet nu hoe ze beweegt met die kop omhoog. En die poten, die achterpoten komen dan naar voren. Om dan weer te springen. Ja. Ik voel me best wel fris buiten, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja. Ik heb niet met 300 post gelopen inderdaad. Zeg je wat. Eén, mijn beertje had ik meegenomen. Ja. Gewoon in mijn tas en dan in de posttas. Ja. Twee is Lovely, die heeft die route die ik ook met Max heb gedaan. Ja. En dan met Max. Met 300, ja. Ja. Maar hoe vind je Benji staan dan? Ik vind het omhoog wel halen. Ik denk niet. Border Benji. Kijk. Ja, de border collie Benji, ja. Die deed hij ook, moet je kijken. Ja. En die duurde 7,5 uur. En dan heb je meer kans op meer kijkers. En dan heb je ook meer kans om resultaten genereren, maar ik merk nu... Is leuk man! Speel je met foto's? Wat? Deze lady in beeld, de verre van. Het is gewoon erin gefotoshopt, ik zie het. Weet je, dan moet het wel zo zijn. Ik stream nu 4 uur in totaal, maar ik heb wel meer kijkers gemiddeld. Dus dat vind ik wel apart. Dat, het is een korte stream en toch gaat het beter met de kijkers. Dus dat is wel leuk. Hoe zit het trouwens met jullie? Ik sta wel op de vlog, hè? Ja, nou, en? Maar over jullie. Ja, wat vinden jullie van je eigen kanaal? Ben je tevreden? Wat zou nee. Je willen? Wat nee. Zou je niet kijk, als ik ga live vloggen, dan heb ik er zelf geen zin in, want ik kan niet zeker. Ja, dat deze vind ik ook heel gaaf. Mooie print. Het lijkt alsof ik dit niet heb voorbereid. Die op zijn licht en de staart. 90% gaat spontaan, hoor. Echt waar. Ja, maar deze. Oké, okay, ik ga het ook over hebben. Als dit langskomt, ga ik het over hebben. Weet je wel, ik ga even het nieuws doordelen van de dag. Maar dit zie je ook niet altijd. Nee, en dat zwarte puntje op, nee. Op de staat. Meestal is de staat. Heel veel in de wereld. Ja. Is groot, en dat zie ik ook wel weten. Dat is ook weer dat, ja, dat is ook een dingetje. Dat moet je ook een beetje bijhouden, zeg maar. Kijk hier ook. Allebei. Gefocust op de hond. Zeg ze. Huh? Dit heb ik nog nooit gezien. Ja, zet staat nu vast op, ik weet niet. Maar dat is gewoon mooi. Vandaag waarschijnlijk. Dus vandaag denk ik. Dat is niet normaal. Die zou maar in de winkel staan en je kan niet binnen. Je zou maar met boodschappen staan. Dat lijkt me heel apart. Ik ben trouwens het nieuws ervan doornemen, dames en heren. Dat jullie dat weten. En er is een hele bom op en op Groningen gelegd. Ja. Nieuws actueel. Het bleek een steenbom te zijn.
van ja, precies. Het vluchtig nieuws gaat altijd naar de Telegraaf. Want hij ging vanaf... Kom maar. Kom maar, lekker, kom maar. Kom dan. Hier, ga maar kijken, kom maar. Hebben jullie trouwens even... Goed zo. Ga daar zitten. Klasse, goed zo, meisje. Goed zo, meid. En ze komt gewoon weer binnen. Ja, dat is mooi. Ze geeft het ook weer zelf aan. Hey, kom maar. Mag gewoon in de tijd, hè. Kom maar. Nee, dan niet. Nee, maar zij ging dus vanaf af staan. Ging ze in één keer zitten. Ja, liggen. Ja. Benji. Mooie kop hoor. Ja, daar ben ik even benieuwd naar. 1001 januari 2020. Kijk, Henny zegt, ik wil... Weet je dat? Op 1 januari wil ze 1000 abonnees halen. 1 januari 2009. 9? 1 januari 2009! Dat je horloge zit een beetje achter. Misschien 19 of 29, maar... Er is het tegen, dat is een aantal jaar geleden, ja. jij hoort hem ook dus. Dat is iets wat Henny dus wil bereiken met haar kanaal. Maar zijn er ook anderen die nu 190 subs hebben of 269 en die zeggen ik wil die 300 subs halen in 3 weken? Je hebt nog geen content, Mr. Storytime. Nee, maar daarom zeg ik al, ga ook nu ook zelf vloggen met je eigen telefoon. Maak grapjes. Zit hier in één keer vol. Ja, maar dan kun je ook gewoon overhevelen. Dat kun je ook hier gewoon doen, of weet ik veel. Ja. Want dan kun je ook gewoon even het in elkaar plempen. Maar mevrouw die vond het alweer leuk om dus namelijk haar zwemdiploma C vandaag te halen. Welkom op deze lijststudie van Missie. Ja. Als je denkt, hé, wat leuk. Ze vond het leuk vandaag. Tot 10 uur bekijken. Nou, niet bekijken, maar aanhoren. Heel veel. Ze vond het leuk. Heel veel dingen komen ervoor. Ik vind het wel leuk vinden dit kanaal. Smis even die duim omhoog, want ik wil er. Ik ga het niet halen, maar misschien. Ik wil namelijk 30 duimpjes omhoog voor deze video. Voor deze livestream wil ik heel graag halen. Dat zou ik super nice vinden. 4. Komt Jamie in huis. Mijn er ook nog bij. Ik heb het koud. Ik ga het wel voelen. Een shout-out doen naar haar. Niet alleen haar, maar ook nog meer. Ik stream nu, dames en heren, voor degene die nu binnen is. Ik ben nu al 2 uur en 7 minuten bezig met livestream. En ik ga door tot 10 uur. Of tot 11 uur. Ik hou altijd een beetje... Nou, speling. Joehoe! Toen stoppen en dan ging ik door tot 5 vrouwen. Is wazig, jammer. En Jimmy, je bent een geweldige YouTuber. Echt waar, je maakt hele leuke content. En ik vroeg je zo toen, weet je wat, ik kan nu van de desktop jou... Jezus, ik schrik me rot. Joe, gek, maf. En wat leuk. Want ze gingen dus hier en bij het water snuffelen. Ja. En dan denk ik, kuk. Storytime, een livestream komt en ook lekker gezellig op de chat. Al is iedereen van de squad aanwezig, dat maakt me niet uit. Maar dat is het meest handig omdat ik gewoon. Ik kan het doen. Is dat water wat ik nou zie? Ja, joh! Ik huiswerk te maken. Ik hoef geen kinderen op bed te brengen of zo. Ik hoef, dat is zo droog. Dat is handig. Helemaal lekker onafhankelijk. Die is gaaf, Karin! Dat jullie het naar bekijken, dat mag wel eens gezegd worden. Gezegd, die staat precies achter dat woord. Om degene die de video's maakt. Nee, dat het witte punt hoor. Ik ben een beetje misselijk van het feit dat ik een geforceerde aandacht zeg maar. Ik heb dat ook vaak gedaan, echt waar. Zeker in het begin. Ik vind dat zo geweldig, dit. Helemaal die twee konten. Joehoe! Daar zijn we! We kunnen geen reet aan die konten. Neem echt allebei die staat ook zo. Dezelfde houding. Precies andersom. Ja, maar daarom vond ik hem ook geweldig. Ik denk, dit is zo leuk. In het verlengde ervan, kunt zeggen, hé,
onderwerp bezig. Dat is eigenlijk, we noemen een lijstje. Nee, Mr. Storten, ik wil geen verbonden zijn. Dus ja, dat is de foto's die ik vandaag alweer heb gemaakt. En die komen niet in de vlog. Ja? Oh nee, niet. Nee. We kunnen wel de foto's laten zien in de vlog. Dat we zeggen dat jij de camera voor de camera had. Nee, voor mij en bij mijn eigen PC zometeen. Oké, okay. Nou, dan komen ze toch in deze vlog. Ja, en maar niet de boven, want we mogen niet bewerken. We mogen niks in deze vlog. Hebben we rechts? Nee. En dat is het leukste. Je wel kan die foto's ook in de vlog zetten, als plaatje. Nee. 3 seconden in beeld houden. Nee. Het is echt gewoon pure, ruw materiaal. En dan zo, Je bent toch ook ruw materiaal? Ja, nee, maar dan is het weer bewerkt. Dat mag dus niet. Oké. Je mag niet foto's, het mag niet. Dus als je foto's op je computer zet, je zet het op je beeldscherm, dan mag je je beeldscherm vloggen waar die foto's op staan. Ah, ja! Je mag wel in je beeldscherm, want dan zien ze van, kijk, neem jij Mr. Storytime en mijn ding mee? Ja, ga ergens anders spelen, joh. Hè? Mag ik erbij dan, of zo? Ja, ga spelen hier ook. Ruimte, dames. Dames, ruimte. Dames. Ja, dus. Doe ik even lampje aan. Alle ruwe materiaal komt erin. Kijk. We hebben hier al Mr. Storytime ook. Roderick komt zo meteen bij me zitten. Hij is live van 6 euro weer. En Roderick die heeft hem daar al. Ja joh, gaat het goed? Nee. Ondersteboven van. Echt, ik moest mijn bril wel 15 keer schoonmaken. Maar tel dit nu op. Je bent nu een livestream aan het vloggen. Ja, maar dit is gewoon, hoor je dat? Dit is gewoon allemaal ruw materiaal. Maar hij mag niet zijn live vlog dus namelijk bewerken. Dat mag niet. Ja, maar eigenlijk is dit materiaal van iemand anders. Ja, mensen, leuk. Maar daar hebben we het al. Dus dat mag weer wel. Ik ben toch aan het vloggen van wat ik al aan het doen ben. Dus ik ben hem dus ook aan het kijken. Dus ja, dat lijkt me handig, hè? Sorry, Mr. Storytime. Doe die even een move. We kijken hier gewoon verder op het second screen. Ja, maar ik ben ook even wat andere dingen aan het nakijken. Dus ik moet ook even soms mijn koppen bij hebben. Ja, graag. Want ik heb ook hier ook dieren die bezig zijn. Even een beetje rustiger, hè? Ik wou net zeggen, want anders word ik er helemaal paranara ervan. Nou, ik ga weer eventjes een vlog eventjes in elkaar bouwen hier al op YouTube. Dan ga ik eerst even naar Creator Studio, ook dat doe ik. 244 abonnees op dit moment. Dan ga ik naar videobeheer. Ja, hij moet wel even doen wat ik wil. Ja, dan heb ik hem al op 8 februari hier op 4 uur. Dan gaat deze de honden uitlaten op het werk. Die gaat voor 9 februari. Dus ja, even kijken. Gepland. Dan daarop. Naar boven toe. Bureaublad. Vloggen. Gaan we naar ruw materiaal. Die staat op online. Dan niet. Dom ding. Gaan we daar naartoe. Lekker de hond uitlaten op het werk. Openen. Nou, die staat, dan moet ik die op de 10 februari zetten. Dus ik loop ruim. Hoeveel loop ik voor nu? Werk een week en 1, 2, 3, 4 dagen. Nou, en dan is de, 9 bedoel ik. Deze is voor 9 februari. Deze die ik nu maak is voor 10. Oké, ja, ik ben weer. Om 4 uur. En hij is lekker bezig. Ja, doe ik even zo. Dan doe ik die remove en dan hidden. Waarom weet ik niet waarom ik het doe. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Dan ga ik die sluiten. Ga ik Mr. Storytime daar neerzetten. En dan had ik mijn geheugenkaartje hier. Die ga ik even daarin lempen.
ons kanaal ziet groeien in een avond. Weer even stil. Ja, doe maar. Ik kijk altijd even zo doen. Ik moet even die zo doen. Zal ik even zo even reageren. Dan doe ik even weer even zo, dat jullie mij weer kunnen zien. Lijkt me wel handig, hè, ons kunnen zien. Lijkt me handig. Dan kan ik ook zien wat ik allemaal aan het doen ben op deze manier. Hoe ik het allemaal aan het doen ben. Met vloggen al de hele dag. Nou, dan gaan we dus even Mr. Storytime weer naar beneden halen. Die daar naartoe. Dan heb ik hier ook. Een hele bak met foto's. Ja. Wandelen. Nou, Jamie, in het park. Dan is het vandaag 30.01.2018. Zo. Dan ga ik die openen. Dan ga ik daar naartoe kunnen. Dan zeg ik Ctrl-A. Ja, ik doe het gewoon zo. En dan ga ik plakken. Ja, hier had ik hem. Mag ik van jou nog suiker, schat? Of had je dat er al in? Nee, hè? Natuurlijk mag jij suiker. Dit is lekker! Die kijkt echt aan. Huh? Mag ik even deze tas even hier neerzetten? En dan ligt er onder die kastje een rode bal hier. Een rode. Zo'n grote. Ja, die moet ik even hebben. En dan moet ik eventjes die en die smalle bak hebben. En die daar staat. Lovely, even wachten, schatje. Nee, die smalle bak. Ja, die smalle bak, ja. Hallo, ja, daar ja. Die, de smalle bak, ja. Graag. Ja, de kleine bak. Kijk, want kijk, wat ik nou ga proberen, Ro, kijk, hallo. Kijk, dit kan hier doorheen. Dan is je weer even zoet. Klassiek dan wel, maar met orkest, met koor, met orkest. Ja, geef me. Dankjewel. Ga maar weer zitten, Ro. Ro, ga weer zitten. Ik durf van te zeggen tegen jullie dat. Kijk. Ik ben klein, ik ben indie, ik ben Indonesisch, ik heb een kleurtje. Ben jij Indonesisch? Voor mij deze verhaal. Ja? Is ik nog niet? En nou, dan weet je het nu. Dat je ras echt de Hollander was. Kijk, en dan doe ik deze weer dicht. En dan na deze, dan ga ik hem even weer leegplukken. En dan even die even beeld sorteren op grote pictogrammen. Dan weet ik tenminste wat ik heb. Die gaat weer even op formateren. Starten. Ja, op oké. Op oké, sluiten. Kun je niet nagaan? Eigenlijk neem ik jullie niet altijd mee met en met alles wat ik doe. Kun je nagaan? Omdat ik daar niet altijd even veel zin in heb. Gewoon. Of omdat ik gewoon te moe ben. Kan ook wel eens gebeuren. Daar ligt reden. Bekend om het dierenpark. In die grote kijk. Maar hier zit dus nou eten in. Dat is een vel. Hè? Is dat een vel? Dat blokje is met dat rood. Dat is niet leuk. Ga je drie vragen. Is de vleugel gestemd? Staat de vleugel op positie? En zijn alle instrumenten gestemd op de piano? Dat zijn hele simpele dingen voor mij. We hoeven niet eens professioneel te worden. Kijk, Ro, wat ik dus hier al heb. Met een hoest erop. Even kijken hoe ver die is. Oh, die gaat lekker snel vandaag. Zie je hoe snel die nou is? Dan denk ik bij mezelf. In één keer? Gaat ze toch eten? Ja, dan. Ik weet niet, dan laat ik me kennen. 6 seconden. Wat ik heb gedaan, ik heb zelf die piano van 450 kilo. Hij had wielen hoor. Dus heb ik in ieder geval met nog iemand naar de positie gebracht. Kijk, die hoest eraf gehaald. Daar naartoe.
Ik heb zelf de piano gestemd. Wat? Dat scheelt die organisatie in 50 euro. En ik heb gewoon een beetje line-upen genomen van, oké, als jullie dirigent is dit, ik wil dat jullie stemmen op de piano. We hebben nog 3 kwartier. Hoe pro je nou dan? Het concert begint en jullie zijn nog niet eens gestemd op de piano. Sorry. Ja, maar dat doe ik. Ik heb het actie genomen en het is eigenlijk goed gekomen. Zo moet je, maar ik denk even verkeerd. Maakt niet uit, Ro. Maakt niet uit. Wees gewoon eerlijk. Ik wil, iedereen moet niet maken een fout, hoor. Het is gebeurd en is zeggen. Kijk, dan pak ik die. Er zijn altijd mensen die nu al 14 items. Als deze zometeen even weer klaar is, dan ga ik die ook even hierin doen. Spirit blijft zitten en geloof in jezelf. 25. Nou, ik wacht nog eventjes met die er even inpleuren. Geloof in jezelf. Bij mij zijn ook alle de vrienden. Ja, ik heb een oude vriendengroep en een nieuwe gelukkig. Maar die oude vriendengroep. Lekker warm dit. Mensen, ja, dit is. Die deden allemaal HAVO, VWO. Ik deed MAVO. Maar ik ben er ook gekomen, want ik heb daarna HBO Master gedaan. Zo! Dus ik ben er ook gekomen in stapjes. Maar het maakt niet uit. Ik deed MAVO, hun HAVO. En wat hoor ik op de middelbare school 4 jaar lang? Oh, ik doe HAVO en ik heb een 10. Ik heb een 8,5 voor de Grieks of zo, weet ik veel wat je op VWO allemaal niet hebt. En dat is niet leuk als je als enige zo'n soort gekleineerd wordt, alsof ik dom ben, weet je wel? En juist die groep, die oude vriendengroep, ik hoop dat je kijkt, die oude vriendengroep, hè, die dat deed, die mij kleineerde, omdat ik MAVO deed, hè, wat nu VMBO is. En hun HAVO en VWO op hoger. Door te zeggen, ik heb allemaal mooie cijfers. En dan was het altijd van, ja, maar kijk hoe en hoe goed ik ben. In de groep ben ik kwijtgeraakt. Weet je hoe? Maar dat is altijd zo. We hebben opgewerkt om het conservatorium te kunnen doen. Dan moet je ook een doel laten, ik het examen doen. Ze waren jaloers en ze zeiden, dag. Ja. Zo kan je vrienden kwijtraken. En weet je, het is zo jammer. Ik heb dus dit gevraagd allemaal. Ik heb gevraagd, Lofje is nu 14 weken in één dag. Wanneer begint een pup te wisselen van dat tandje? Ik lees het graag. Zodra hij, zij, Lofje is een zij, maar oké. Een maand geleden nog. Een maand geleden nog. Dank je, mijn actie. Kijk, dat bedoel ik. Mijn apps heeft net een hater verwijderd. Zie je wat ik doe? Ik zeg wel gelijk, het is een teefje. Was net een hater binnen. Even kijken, zodra zij aan je meubels begint te knagen. Nou, dat had ze verzwaardigd. Dus nou is het, je kan het vanaf de leeftijd van 4 maanden verwachten. Volgende week! Over 2 weken of zo, binnen nu 2 weken. En dat meen ik bloedzien? Nee. Het is, even kijken, het is de 23ste, hè? Ja, ongeveer. 1, 2, 3. Jullie zien het niet, maar mijn actie wel. Degene die nu haat, zaait, op basis van onkunde, op basis van het niet onderzoeken, en al helemaal niet op basis van positiviteit, die haten die nu online was, je kijkt naar mij, dat weet ik, ik ga juridisch vervolgen. Oké, kan dat? Ja. Ik heb net een heel serieus verhaal verteld aan mijn kijkers. Wat waar is. Dat heb ik even gemist. Dus ik ga juridisch vervolgen. Smart. En laat ik maar heel eerlijk zijn, ik heb goede advocaten. Ik hoef niet eens een advocaat te hebben, maar het is wel handig om een advocaat te hebben. Ik wil het deels niet te lang over. Danny! Ik vind het zonde van de tijd. Kijk, maar daarom is het ook zo handig. Om met je geleden geconfronteerd te worden. 3 minuten geleden. 6 minuten geleden. Door iemand. Want echt serieus. Ik weet niet, maar rustig. Ik word gewoon boos. Rustig. Dat lef heeft om deze lijst niet te komen. Nee, kijk. Doe ik dit. Nee. En ik weet wie je bent. Want je kunt anoniem zijn. Dat kan best, maar ik weet echt wel wie je bent. Ik weet waar je woont, ik weet alles. En als je zover wil gaan om al mijn kijkers, kijk, nu weet ik. Nu ben ik erachter waarom ik zoveel abonnees heb. Het komt door die persoon. Ja. Die in 100 verschillende accounts werkt.
Ik weet wie je bent en er komt een moment dat ik je YouTube-kanaal ga oplezen. Er komt een moment dat ik je naam voor ga lezen. Want dan ben ik het zat. Mijn geduld. Oké, ik zal hem even wat groter zetten voor je. Laat ik helder zijn. En ik dreig niet, maar ik doe het wel juridisch. Dit, niet alle huizen zijn graag buiten, ze zijn dan ondanks dat ze de warmte hebben, toch liever bij jou. Weet je waarom? Omdat ik mijn persoonlijkheid aanpak. Dus, of jij en gaat... En dat is wat ik heb meegemaakt. Wat jij op het balkon zitten. Waarvan je alleen maar dingen leest. Je zet de verwarming iets lager. Je moet eruit kijken. Het is altijd voor wederhoor. Oh nee, de wederhoor gaat niet. Ja, maar en mijn blok. En het is erg, dames en heren, lieve vrienden, om te constateren. Maar je blok verwarming dat is zeker. Inmiddels. Ja, nou, ja oké, okay, maar luister, maar als iemand een verwarming aan heeft, dan komt het toch allemaal naar boven. Ja, oké. Dus dan moet je even iets meer ventileren in huis. Ja, oké. En dus dan moet je even wat meer ruimtes openzetten. Een beetje verkoeling. Dat is een goeie. Ja, ik vond het koud. Ik vond het koud binnen dus. Voor wie dan ook, ja, over die deur dicht. Maar gewoon even klepraampjes. Als je die hebt, nou die heb je. Moet ik hem nu op het balkon sturen? Hij zit... Maar het went ook. Dus gewoon even afwachten is het beste. Nee, niet dwingen. Ga zelf anders even met hem mee. Zodat hij kan zien dat het goed is. Dat hij kan ook vermoeidheid en spanning zijn. Ja, omdat hij nou toch nieuw is bij jou. Het is allemaal nieuwe dingen. Allemaal nieuwe indrukken, et cetera. Ik vang veel honden uit het buitenland op. En allemaal hijgen ze de eerste dagen, vooral in de avonden. En overdag veel indrukken, in de avond vaak vermoeid. En de meeste moeten aan onze... niet dwingen. Ga zelf anders even met hem mee, zodat hij kan zien dat het goed is. Dat hij kan ook vermoeidheid en spanning zijn. Ik vang veel honden uit het buitenland op en allemaal hijgen. Ze zijn de eerste dagen vooral in de avonden en overdag veel indrukken. In de avonden vaak vermoeid en de meeste moeten aan onze verwarmingtemperatuur wennen. Hier staat de kachel overdag op 16,5, 17 graden en in de avonden op 18, dus niet zo hoog. Oh, okay. Het is allemaal nieuw. Geef hem de tijd die hij nodig heeft om te wennen. Zoveel lichamelijk en fysiek, dan komt het vast goed. Inderdaad, geef hem de tijd om te wennen. En dat zei ik ook eigenlijk al, hè? Ja, kan ik nog een mooie stelpagina? Ja, maar dat komt wel. Ik wil graag een reactie geven van nou, dankjewel voor de tips. Ja, nou, en dan zet je hem even uit. Zo moeilijk is dat toch dan nog niet, of wel? Ja. Ja, ik heb er geen woorden voor. Welke zal ik doen? Deze of deze? Deze. En laat ik het samenvatten en dan hou ik er echt over. Ik kan ook eentje zelf kiezen. Ik heb al 4,5 jaar last van stalkers. Ik heb al 4,5 jaar last van deze mensen die ik op de chat zie verschijnen. En waar ik jullie ontzettend dankbaar voor ben. Dat die klootzakken verdwenen worden en verband worden. Ze kijken nu mijn video, dat weet ik. Zo. Want ze zitten nog steeds te kloten. Dus ze kijken naar mij. Ik druk met mijn kop in de deur. 9 februari. Niet eens met een naam. Niet eens met een ook. Niet eens met een telefoon. De moeite genomen om een kanaaltje, op een accountje te maken en te gaan kutten. Vlog van 9 ik kan het tegen, want ik wel wat gewend heb. Even. Maar ik vind het erg laf. Ja, ik ook. Februari. Dat snijdt om het deal. Het snijdt om het deal dat zo niet gezet heeft. Ingepland. Dus. Naar mij te vragen. Dat is dezelfde persoon die 16 uur. Aardig en liefjes doet. Nieuwe vlog. En dat is volgens mij ook die persoon waarvan ik ooit een e-mail heb gehad. Het is makkelijk dat we weten waar je woont, kunnen we je opzoeken. Zulke mensen. Die maken het juridisch helemaal af. Echt waar, tot aan de grond. Daar blijft er niks over. En gaat het maar naar de politie sturen. Kun je doen. Kun je zeggen van ja, maar kijk, ik heb hier een video, hij bedreigt me. Hij wil me afmaken. Ja, en het gaat niet allemaal over hem, dus het gaat ook over mij. Dus ik doe hem even rustig, dat ik wel gewoon alles kan lezen. Maar wij mogen ook gewoon praten hoor. Yes. Nee, maar anders dan horen ze hem iedere keer op de achtergrond en dat is ook niet altijd even leuk. Nee, oké. Snap je? Ik ben er wel, maar ik wil wel een langste vlog hebben, weet je? Ja, oké.
Was nog even met Max bezig. Ja, dat begrijp ik, tuurlijk. Ik had net even een vraag gesteld op Facebook en dan krijg je allerlei tips terug, heel snel. Een beetje sneller dan dat ik kan lezen, dus ik moet eventjes netjes antwoorden. Van nou, nou, sneller, je kan gewoon terugkijken hoor. Nee, maar goed, zij beantwoorden al, voordat ik eigenlijk nog gekeken heb wat de antwoorden waren. Ik bedoel, ik heb net gepost, heb ik iets ook al gemaakt. Ja. En nu zie ik van er zijn al antwoorden. Ja, maar zo snel gaat het dus in zo'n groep. Dat zeg ik. Ik zeg antwoorden sneller dan ik kan lezen. Nou ja, joh. Maar wij, jij weet wat ik bedoel. Nee, ik begrijp je niet. Maar oké, ik ga eventjes fotootjes doen. Even checken. Fotografie. Dan had ik wandelen in het park. Hartstikke idee. Ik ga eerst zelf even kijken en dan waarschijnlijk zo meteen neem ik jullie weer mee. Ook goed. Ik heb trouwens al de hele dag al Den Helder niet gehoord. Heerlijk. Lekker rustig trouwens even. Hey. Ja, wel eventjes via mijn telefoon, maar... Ja, oké. Okay, dat is wat anders. Ja, dat is inderdaad even wat anders, ja. Dan kunnen jullie jouw foto's kijken. Ja, even wachten. Hij moet even inladen. Ja. Ja, ik ben zo geduldig, ben ik niet. Dan moet je dat maar leren. Ja, want ik pak even mijn telefoon en dan kijk ik even. Moet eens even ook even terugreageren via de app. Zoals ik wel even weer fijn vinden, denk ik. Kijk, dan zag ik, die heeft alweer en gereageerd. You kidding me? Ja. Even. Het lijkt wel of ik de oudste ben in die groep voor dingen die jij hebt aangemaakt voor YouTube. Hier op wat is app, of ik de oudste ben, dan lijk ik wel een oma. Ik nog een oma ben, hoor. Man, alsjeblieft. Huh, even nou niet, dag. Ik ga er ook niet op reageren, alsjeblieft, Ro. Even niet. Ik heb er even ook even geen zin in. Dag. Nee, ook ik heb er wel eens even geen zin in. Ja, ik laat jullie even wat zien. Ja. Hier is geen reden. Even, nou niet even in deze vlog, want daarom zeg ik al, mijn kop staat er even nergens naar. Okay. Yes. Dat weet je, ik wou net zeggen, kijk, dit is toch leuk? Allebei gefocust op het water. En kon je hier dat water zien of niet? Nee. Laat nou even Ro, okay. Alsjeblieft. Okay. Klaar. Wat ik al eerder zei... Ja, mijn humeur is niet echt helemaal lekker, top. En dat weet je vanaf van de week, hoe ik was. Ja. En dat is nog steeds een beetje zo, hoor. En dan heb ik woensdag alweer geen hulp. Uh-huh. Dus dat zijn al 3 weken al niet. Dus mijn kopje loopt eventjes vol. Ja? Dus ik kan even niet tegen al die geintjes. Gisteren was even leuk, maar ik heb ook knalde koppijn. En niet continu, die grapjes, af en toe even, dat is en dat is niet erg, maar niet continu. Even kijken, zo. Dat mag ook even er nu op. Normaal had ik hem dus al even uitgedaan, ja. Normaal was wel. Ja, normaal had ik hem uitgedaan hoor. Ja, dan kun je toch zien, laten zien hoe we zijn. Ja. Dat is mooi. Ik zal eventjes dit even op de andere scherm doen, kijk. Is het een beetje beter. We willen een beetje drinken of straks iets drinken? Straks even iets drinken. Nou, dit is een kleine impressie. Willen jullie meer zien, dan kunnen jullie altijd... verwijs ik jullie gewoon lekker naar mijn beschrijving. Want daar staat mijn linken in. Dus wil je wat meer zien, dat kan altijd. Dat mag geen punt bij KW. Zeg ik dat altijd maar weer. Ja, we worden niet gesponsord. Nee, inderdaad. We worden ook niet gesponsord. Ja, nou, dan doe je haar even naar buiten, Ro. Ja? In één keer. Wow. Ja? We kunnen Groningen wel bij even. Nou, kom, moet ik het even doen? Nee, dat wil ik dan doen. Hé, hey, stinkmajoor. Nou, dan pak je even de camera. Hé, hey. Lekker kindje. Ga je lekker even die scheetjes laten? Ga jij even scheetjes laten? Vanaf. Ga jij scheetjes laten? Stiefmajoortje. Ga jij scheetjes laten dan? Ga jij scheetjes laten? Vond je dat leuk? Ja?
Nou, dat vind ik ook leuk, want dan ga jij even lekker op de kont. Zo. Morgen op weegschaal. Hoe zwaar weeg jij? 10 kilo of zo? Misschien wel. Nee. Morgen. Marjolle. Je gaat morgen op de weegschaal. Nou, daar maar naartoe. Tot zometeen, schatje. Zo. En mijn broek die zat letterlijk en figuurlijk weer even mijn kont af. Ik ben net even weer omhoog gehezen. Oké. Dat ga ik wat. Zou ik wel voor mezelf maken. Hier gaan we gewoon komen zitten gezellig. Zo. Oké. Geen choco. Nee, even niet, want anders krijg ik te veel zoetigheid binnen. Oké. Nee, ik dacht, misschien mocht ik ook wel choco. Je doet je best maar. Maar je blijft maar iedere keer opnemen, maar ik wil zometeen dat ding eventjes, die geheugenkaart even leeg. En dan weer eventjes leegmaken en dan er weer in. Oké, dan kunnen we weer passeren. Nee, dat gaan we dus nou niet. We blijven eventjes nu weer 8 minuten en 10 seconden praten. Ja, dat is goed. Dan ga jij even zitten. En dan tijdens het leegmaken, dan kun jij een chocomel pakken. Doe maar. Ik vind deze ook zo mooi, hè. Nee, even mee laten kijken of niet. Nee, dat zeg ik net. Van, als ze meer willen zien, dan verwijs ik ze door naar mijn Facebookpagina's. Oh ja. Want ik blijf alles zo laten zien. Ik wil zelf ook dingen zien. Doei, mazzel. Vind het goed met ze? Ja. Goed. Want via beeldscherm naar beeldscherm is het toch nog niet altijd even mooi dan... Oh, het is een leuke. Lijkt wel een haasje. Moet dat nou weer op die foto? Ja, dat moet. Die is wazig, die is niet mooi. Die is ook niet mooi. Hele dikke staart. Die is ook niet mooi. Kijk, die is wel mooi. Benji. Ja, en wie komen we weer tegen, meneer van hier, een portiek of twee portieken verderop, met dat kleine hondje van hem? En met die rare oog. Hij gaat ook wel eens naar dat ene vrouwtje die tegenover de bankie woont. Helemaal omhoog. Die hij nu toen een kluif aan Lady heeft gegeven, weet je wel? Oké, ja. Ja? En hij had dus ook eerst een ander hondje, maar die is toen overleden. Ja. Maar zijn hondje is dus loops. Maar die had het dus eerst los. Moet je dus niet doen in mijn lot. Nee. Dus Benjamin die gaat erop rijden. Ja. Hier ook, in die poot, nee, staat volgens mij. Ja. Joe, kijk dan, die flapoortjes van Benji. Geweldig. Hier ook, joe. Ga je nou echt serieus en doe je echt, hè? Welke kom? Ik zie dat niet zo goed hoor. Ze maakt hier een enorme bocht, dus ik denk dat ze heel erg overhangt nu. Dat zou ik zeggen, maar... Want normaal ren je zo, maar nu rent ze dus echt zo, huppatee. Dat. Kijk hier. Dat vind ik wel heel mooi gedaan. Het lijkt alsof ze geen poten heeft achter. Nee, daarom! Maar je ziet die andere hond, die ligt helemaal schuin. Dus als je die van de zijkant had genomen, was het ook redelijk korte pootjes geweest. Geweldig. De Lady is snel, hè? Voor mij de snelste. Die is heel snel. Zeker in overdrive. Ja, ik ben heel vals. Ik ben heel vals. Ja hoor, kijk. Deze laat ik dan wel even zien. Ja hoor, en ze is heel vals. Alles krijgen we weer te zien nu. Kijk, nou niet alles, maar qua foto's. Ja hoor. Maar kijk, zie je dat dat niet altijd alles mooie beeld is? Op beeld. Klopt. Daarom dat ik ze ook verwijs nu naar mijn link. Facebook. Maak pagina.
Lijkpagina en mijn ledenpagina. Dus willen ze iets zien, dan kunnen ze daar gewoon naartoe. Klaar. Kunnen ze lid worden. Ja, lekker Zamba mix, hè? Kijk. Zo. Moet ik er even in mixen? Nee, dat doen we maar niet. Oké, ik ga. Hè? Even kijken en als wat heeft gedaan. Hallo? Ja. Je luistert niet volgens mij naar ik toe. Nee. Eén dingetje. Hè? Eén dingetje. Wat? Een rokje. Ja, gewoon en gepoept. Ja? Luister. Dan zit nu bij mijn kachel een rooi zakje. Ja? Bij de deur. Dan pak je één zakje en je ruimt het op, eventjes een knoopje in en dan in de prullenbak, want de prullenbak moet ook zo meteen gelegen worden. Naast, want daar pleur ik nu alles in namelijk. Die is niet mooi. Die is wel mooi, die niet. Ja, alles een beetje selecteren. Ja, ik draai eventjes de camera weer even naar mij door. Ja, ik draai hem gewoon weer even naar mij door. Ja. Nee. Niet. Nee, nou, dom ding. Hij wil echt niet wat ik wil hoor, nu vandaag. Nee, hij wil vandaag niet wat ik wil. Nee. Zo. Zo. Nu ook niet hoeveel. Het zal allemaal wel. Ik vind het allemaal prima. Wat is het dan? Die vind ik ook niet mooi. Die is te wazig. Die is ook wazig. Die is ook wazig. We gaan erg voor het redden, want ik heb zo'n geslaagd gemaakt. Nou is het klaar is met ook wazig. Maar het is allemaal, ja, het raakt tussen de drie. Ik vind deze zo mooi. Ik vind dat heel erg mooi. Hè? Die is heel erg mooi, ja. Deze is waar, zie je het verschil? Deze waar, ja. Maar ik heb. Maar ik heb inderdaad foto's gemaakt. Dat heb ik niet gelezen. Kijk, hartstikke al bij. Ik ga gewoon lekker weer aan de kant. Allebei. Oh, heerlijk. Ik vind deze ook zo mooi foto van. Deze is waar, zeg ik. Ja, sorry voor de woord. Ja, ook ik ben wel eens kritisch hoor. Ja, oog dicht, mooi. Ja, deze vind ik zo mooi. Dat is een knip ook geeft. Ja. Wat ga ik deze week doen? Ja, ik heb een vlog opgenomen. Kijk hier. En deze is wazig. Vind ik niet mooi. Ik heb een vlog opgenomen vandaag. Morgen weer. Want dat doet gewoon zeer aan je ogen namelijk. Ja, die streep, daar kan ik niks aan doen hoor, in beeld. Zoek het maar uit. Mocht je het niet leuk vinden en dan... Nee, dat maakt niet uit. Het is van het licht, klaar. Okay. Ik vind deze ook zo mooi. Superstartige houding, ja. Benji. Ja, maar Benji ook hoor. Kijk, deze vind ik dan wel weer mooi, maar omdat hier snelheid in zit. Deze is wazig, die is ook. Deze is wazig, maar het heeft wel weer wat. Maar ik ben helemaal niet. Deze vind ik niet mooi. Zo dan, je kan je duidelijk zien dat het niet heel veel meer scheelt. Nee, het scheelt ook niet meer veel. Zo, en toen waren we weer eventjes weer back home, nog even. Ja, ik probeer eventjes mijn pootje erop te draaien. Want ik wil de langste vlog hebben. En ik wil eigenlijk door tot met 12 uur qua vloggen. Dat vind ik leuk, waarom weet ik niet, maar ik wil het gewoon hebben, klaar. Ik wil gewoon de langste vlog, simpel. En dat gaat me lukken ook. Klaar. Nou, ik ga eventjes de foto's even in de bedsbewerking pleuren.
Toen was ik weer even wazig. Ja, even wazig. Met bewerking. Even moeite met nadenken. Toevoegen. En dan gaan we naar het bureaublad. Dan gaan we naar een fotografie. Dan gaan we naar... Even kijken, wandelen in het park. Ctrl-A. Ctrl. Dan selecteren. Ja, selecteren ook dat nog. En ik word een beetje gelig. Kijk, dat is ook niet fijn. Nee. Goed zo. Dan doe ik het even zo. Oh. Dan gaat hij verladen. Nieuw. Gezellig. Dan ga ik eventjes iets even naar voren halen. Ligt aan jezelf. Geen van mijn puppen hebben. Even geduld. Het ooit gedaan. Heb wel altijd een bens gehad. Nu pup van 4 maanden en aan het wisselen. Maar nog niet 1 keer ergens aangeknaagd. 3 à 6 maanden hier steeds. Beginnen altijd al vroeg knagen. Enkel als ze echt last van heeft. Maar je houdt er rekening mee. Kom, knauwstaven, speelgoed, etc. klaar hebben. Dan zitten ze meestal nergens aan. Tenzij hun hormonen even boos op je zijn dat je een uurtje weg bent. Ligt ook per hond anders en hoe je het aanpakt. Plus een beetje geluk. Dat is ook weer waar. Ja, dat is ook weer waar. Precies. Tak, lekker. Ja, want Loffie die begint een beetje, soms, het is nu 1 keer gebeurd in mijn bijzijn, dat ze een beetje gaat knagen. Dus ja, dus ik wou het even weten. Dus ja, dan maar even een vraag in de groep Plempa doen. Vraagstelling. Van, wanneer gaat je puppy dus naar, want ik had dus gevraagd, hallo allemaal, ik heb een vraag. Loffie is nu 14 weken en 1 dag. Wanneer begint een pup te wisselen van de tandjes? Ik lees het graag alvast, bedankt, goed, Skaren. Dus ja, dan krijg ik allemaal dingetjes. Ja, dan moet ik dat even weer teruglezen. Eventjes, nou, dat is gewoon heel snel gedaan. Joe, ik vind het helemaal niet erg, is leuk, geweldig. Vind ik ook helemaal niet erg. Waarom ga ik daar naartoe? Ik vind het helemaal prima. Zoek het maar lekker uit vandaag. Doei. Even maar zo. Dag. Ja, ik zeg toch. Ik had gezegd toevoegen. Dus ik moet even wachten. Ja. Ik moet even wachten. Ja, het is ook weer volle maan vandaag. Ja, kijk. Dan gaan we naar de volgende. Dan gaan we naar Watermerk. Ja. Naar Watermerk. Kijken wat hij gaat doen. Vandaag nog. Hij is een beetje traag. Omdat ik ook heel veel foto's heb. Ja. Joe. Ja. Even kijken hoor. Ga ik even inzoomen. Want dat moet ook wel even. Ik doe hem gewoon op 50. Het is een huge van de foto. Dan moet je ook even ontdenken dat dat de grote foto is. Dan doe ik op oké. Even kijken. Scrub fotolijst of niet. Slimme fotocorrectie. Wat is fotolijst dan? Omdat er een mooie fotolijstje omheen komt. Ik zal eens even kijken. Vind ik ook wel eens even grappig. Een leuke fotolijstje eromheen. Zo. Kies fotolijst. Kijk, tijdmachine. Alles. Oké, dat is ook wel leuk. Het is een keer iets heel anders. Vroege kleur. Nee. Doe ik van lijst, wat is dat dan? Nee, gewoon lekker annuleren hoeft ook niet. Wil ik ook niet zo'n bedrag. Nee, dat gaan we even lekker nog niet doen. Ik moet dat nog even wat meer gaan bekijken. Dan gaan we naar volgende. Dan gaan we naar mijn mapje toe.
Ja, dat moet allemaal gebeuren, hè? Als je eenmaal foto's aan het maken gaat, ja, dan moet je even dingen bekijken vanzelf. Bureaublad. Gaan we naar fotografie. Dan gaan we naar wandelen in het park. Dan gaan we naar bewerkt. Hoppakee. En dan naar start. Hoeveel foto's? 239 foto's. Daar moet ik even op gaan wachten. Maar dat is zo gebeurd. Scheelt. Nou, dan moet ik dat allemaal eventjes in de likepagina groep van Facebook doen. Want anders gaat hij hem niet pakken. Dan kan ik je nu wel op een briefje na gaan geven. Dus ja. Ja, dat, en dat ga ik je gewoon nu al op een briefje na gaan geven. Dat, en dat gaat hij niet pakken op en op mijn ledenpagina. Dus ja. Dus ja, maakt ook helemaal niet uit. Het is eenmaal zo. Facebook is lekker gewoon bezig daarmee. Nou, vind ik ook helemaal niet erg. Even kijken. Zijn er nog dingen die ik moet weten op mijn Facebook? Volgens mij niet. Nee. Maar nergens voor nodig. Nee hoor, helemaal nergens voor nodig. Marketplace ook niet. Ja. Heeft ook een lange werkdag achter de rug. Zal ik eens even bij jou kijken. Afmelden. Ja, vandaag nog eens zo. Jij daar naartoe. Dank je. Daar naartoe. Het is een beetje gelijk licht hier al naast me. Joehoe. Ja, joe. Kleur op. Dag. Oké, dus. Ja, nou, dag, doei. Pleur op. 227. Denk ik nou echt dat ik dat allemaal ga nakijken, Mr. Storytime? Nee. Daar ben ik even nou niet van plan. Misschien morgen zo, ik weet het niet. Maar nou even lekker niet. Nee. Ook echt geen zin in. Gewoon. En dan is hij nog niet klaar met laden. Nee, dat zeg ik. Het is nou 2 uur. Ja, hij is klaar met laden. Zo, het mag een keertje. Ja, nou, dat is fijn. Dat is heel mooi. Joehoe. Wanneer? Ja, wanneer? Zullen wij... afspreken. Je zei tegen Roderick over deze week. Heb je anders zin om zondag met ons mee te gaan naar Alphen aan den Rijn? Met de trein. Alphen aan den Rijn met de trein. De trein ook nog. En 3 ronden. En dan zie je alleen maar huskies en malamuta. Apenstaartje. Nee, ik zeg apenstaartje. Q. En niemand, en die ziet het hoor, dat en dat die zo heet. Dus. Kan jij even je privé lezen? Dank u. Ik zeg privé lezen. Dank je. Als je daar echt Quinn YouTube zegt. Ja? Als je iets zegt van, krijgt iedereen dan te zien hoe hij in zijn eigen contactpersonen stemt? Ja. Oké. Ja? Oké. Ja?
Dan pakken ze een telefoonnummer en niet een... Nee, maar... Fijn dat je even dat even zegt. Maar oké, okay, maar Mr. Storytime, ja. Inderdaad, ja. Je pakt gewoon je naam uit de lijst. Ja. Oh, en hij stuurt wat. Vind ik leuk. Mr. Storytime. Hey, wat lief. Allereerst, hoe gaat het nu met je? Dat vind ik het allerbelangrijkste. Kut. Gaat het naar omstandigheden beter met je? Kut. En ik zal eens even afspraken, kijken of ik zondag kan en zo, hoor. Ga je maar kijken. Maar Kut. Gewoon kut. Dat is wel een leuk idee inderdaad. Ja, toestaan. Ja, toestaan. Nou, wat ik wil zeggen, het gaat gewoon... Kilo Utrecht Tango met mij. Ik voel me gewoon niet lekker in mijn hum. En dat heeft Roderick al lang al in de gaten. Maar oké. Okay. Maakt niet uit. Mag de pret niet drukken. We gaan gewoon weer lekker verder. Ja toch? Niet dan. Handig hè? Al via de computer. Ideaal. Wat? Zeker. Ja hoor. Alleen ik, ja. Ze leest niet. Zal ik eventjes Den Helder eens even bellen? Joehoe! Hey, het gaat over! Hoe vind je die? Ja. Mam, u komt nou... Hoi, u komt nou wel live op en op mijn vlog, hè? En van bijna 3 uur, hè? Ik snap het niet. U komt nou wel gewoon in mijn vlog van bijna 3 uur te horen, hè? 10 februari. Nou, en dan weet hij dat dus nu wel, want ik ben dus nu alweer video's aan het opnemen. Dus dat wordt een hele lange vlog en ik heb hem nu al vanaf 3 uur al. Oké. Okay. Nou, ik heb daar geen tijd voor, schat. Natuurlijk wel. Nee, ik heb groepen te beheren. Ja, nou, dus? Nou, hij heeft momenteel zoveel al in dat ik alle moderator erbij heb moeten nemen, maar die is nou net zo. Mama, luister. Ik heb het ook druk. Ja, maar ik plant mijn camera hier ook voor mijn computer neer. En af en toe even lekker praten er tegen. En ik ga ook gewoon mijn ding doen. Ja, maar mijn mobiel, daar heb ik nou geen geheugen op. Nee, dat weet ik ook wel. Maar ik bedoel gewoon op uw normale vlogcamera. Ja, maar met dan moet ik groot licht aandoen, dan ziet men mij niet. Nee, maar dat heb ik ook, mam. Daar heb ik ook last van. Uh-huh. Niet alleen u. Ik doe geen groot licht aan. Maar ik ben nou eventjes... Wanneer is het? 10 februari zeg je? 10 februari en dan komt mijn langste vlog ooit online. Zo dan. Maar gedaan. En die is nu al 3 uur. Mijn hemel, ik heb al wel 2 mappen met filmpjes erin klaarstaan. Zodat ik die kan gaan maken. Maar ik ben eerst bezig met eentje, nou, die heb ik nou ook maar aangegeven bij Facebook zelf. Doet u helemaal goed. Ja, kinderpost, ik laat niet mijn groep kapot maken door 1 vrouw die beweert dat ze dan ook nog predikanten is. Brigitte Post heet ze, die schot even 2 dames uit voor lesbiennes. Het zijn notabene zusjes en dan mogen ze niet even door op een filmpje. Er zijn gelijk lesbiennes en die behoren niet op Facebook thuis. Nou, hallo, waar ben je mee bezig? Of je nou lesbisch bent, homo of hetero of weet ik veel wat. Facebook is voor iedereen en niet alleen voor haar. Nee, mam, maar u moet daar ook niet zo'n drama van maken. Gewoon lekker blokkeren, melding van maken en klaar. Ja, dat ben ik nou mee bezig. Mooi. Doet hij goed. Maar geen drama en alles van maken. Gewoon lekker melding maken, blokkeren en verwijderen. Gewoon blokkeren en verwijderen. Lekker rust. Ja,
Ja, nou ja, daar ben ik nou dus mee bezig. Dus ja, dan gaan we gewoon mee door. Mooi. Maar ja, het was een vreemde tante. Want zo zie je het er wel in de ledenlijst. En in ene was ze vertrokken in de ledenlijst. Mm-hmm. En nou in ene zagen we er weer wel. Rara, hoe kan dat? Geen idee. Nou, dat zijn we ook aan het uitzoeken. Dat kan. En maar mijn humeur is niet echt helemaal joepie van het, maar oké, dat maakt verder niet uit. Ga verder met uw vrouw. Ja, daarom. Nou ja, zo ben ik ook. Ik heb vandaag ook lopen te janken. Nou, dat nog net niet, maar ik... Je krijgt trouwens nog de groeten en een knuffel en wat zie je er goed uit. Wie, ikke? Ja. Want? Nou, dat moest ik je doorgeven. Van wie? Sandra. Oh, zo. Oké. Ja, want ze wou even foto's zien van mijn mannetje dat hij net overleden was. Want ze wist dat ik dat had. En zo voel ik me niet. En toen zag ze ook een foto van in de aula. Toen de kist heen stonden. Nou, daar sta jij ook bij op. Zo, wat is zij afgevallen? Ja, ik zie ze doet goed, hè? Nou, zo voel ik me niet. Ze zegt dat wel. Ja. Ja, nou, dat ik moest je knuffel geven en de groetjes doen en je was mooi afgevallen. Dus complimenten. Mooi. Nee, geen weer in je kont spreken. Nou, nee hoor. En dat doe ik niet. Nee, maar je weet wat ik bedoel. Nee, vandaag niet. Oh, nou ja, dan niet. Maar ja, dus je bent, shaggy, je bui niet goed in orde, nou ja. Nee. En u hoort en u hoort zijn broer. Oh, is die een broer? Nog ja. Wat weer? Twee. Oh. Twee heeft hij er, ja. Oh, joekte. Oh, gaaf hè. Ik heb trouwens vandaag weer een hele mooie foto gemaakt van de maan. Oké. En hij is ook klaar ook. Dat is... Ja, ik weet niet waar je handen zitten, Hannes, hè, maar... Oh, hier ook. Kom dan eventjes omhoog of zo, tomting. Daar naartoe. Hou eens op en zo de flikker op. Dag. Kom op. Maro, die zit hier wel, hoor. Maar daar is ik al. Ik zit hem ook een beetje uit te kafferen, dus... Oké. Want van de week zat het mij zo hoog dat ik gewoon zelfs de honden heb gepakt en gewoon weg mee gelopen en zonder mijn mobiel. En dat is hij voor mij niet gewend. Nee. Oh ja hoor, Jan wel. Hè? Ben ik zeker niet gewend. Oh jawel. Hè? Ja, doe maar. Maar zie je nou dat en dat ze vanzelf wel in één keer weer aangeeft? Je moet niet continu van, oh ja, maar ze piept gelijk maar naar binnen halen. Nee. Lekker even naar buiten houden. Lekker. Is goed voor haar. Park. Bewerkt. Ja, toen was ik weer even wazig. Sorry mensen, sorry. Ik had het even niet in de gaten. Nee, precies. Gewoon maar. Nee, 200. Even kijken hoor. Mag ik nou niet liggen? Nee, niet fotologo. Kom, ga alsjeblieft. Kom, zeg. Niet fotologo. Dag, fotografie. Wandelen in Daro. Even kijken. Ja. 239 foto's. Mam. Oh, nou, zullen we verder? Oh. Mam. Ja? 239 foto's. Zo, dat is nogal wat. Ja? Dat is zeker een heleboel bende. Oh, het is wat. Is al weer binnen? Lovely! Kom eens! Kijk eens!
Hé, hey, grote meid, heb jij je zwemdiploma C behaald, hè, vandaag? Kom eens hier. Kom maar. Lovely. Lovely, kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Nou, ik heb je toch lekker te pakken. Ja, ja. En, dus... Je wordt groot, maar dat is je al, hè? Dat je groot werd, hè? Oh ja, oh ja, oh ja, dankjewel. Ja, je bent lief. Maar dat wist je alweer, hè? Lekker, oh, wat ruik je weer lekker funzig uit je mondje. Knuffelen met mama, hè? Ja, even lekker knuffelen. Ja, hij heeft die mafkees dus mijn geheugenkaartje eruit gehaald. Nou, wat gaat dat? Ja, nou, dat kan. Wil wel wat vaker voorkomen, zei hij al na een update. Ja, dat klopt. Nou, maar dan moet ik toch een nieuwe? Ja. Want ja, hij zei, je moet 2-3 dagen eerst bij mij zo proberen en dan terugkomen. Wat u kan doen, dat is gewoon naar de Action en daar dus gewoon zo'n kaartje halen. Die u dus ook in uw normale camera hebt. Ja. En daar zit dus een klein kaartje weer in. Ja. En die kan u dus weer in uw telefoon doen. Ja, maar dan wil ik gelijk meer geheugen hebben, kan dat? Ja. Ja, maar ik er niet de verstand van hebben voor dat soort dingen. Moet u soms de WVRO vragen? Want ik moet hier dus zo'n 20, 25 euro betalen. Ik denk, ja, mam. Nee. Maar ga zitten dan, Ron. Niet blijven staan. Daar kan ik echt momenteel niet tegen. Is dat niet alleen? Ze lijken zoveel langer dan dat jij bent. Als jij zit en een andere persoon blijft staan... Lijkt dus weet hoe lang en je moet omhoog kijken en praten. Ja, ga zitten dan. Ja, zo ongeveer, ja. Maar die geheugenkaartjes. Wacht even, ik zal even opzoeken. Monumento, geheugen... Ja. Geduld. Zo'n schone zaak. Even geduld hoor, ik moet eerst even kijken. Ja, schatje patatje. Het zit me niet hoor vandaag, nee. Het zit me niet, nee. En zeg maar, ik heb mijn zwemdiploma C behaald vandaag. Ja, joepie. Maar zo'n diploma C gehaald vandaag. Ja, ik ben blij. Ja, je wil weer op en op de grond, hè, schatje? Niet? Even zo liggen dan. Hoeft niet, hè? Je mag er ook vanaf, hè? Dat je dat even weet, oké? Je mag er ook gewoon weer... Ja, maar ik ben zo zielig. Kruidvat is ook goed hoor. Ja, oh ja. Kom er al aan. Dag, doei. Move. Eens even kijken. 64. Ja, even kijken hoor. Oh, wat. 32. Maar, want weet u nog welke u nu heeft of niet? Ik heb hem in mijn portemonnee. Eens even kijken. Is een 16 maanden, ik zo. Uitpakken. Dichtbegin.
Kunt u naar mijn WhatsApp sturen? Ja. Oké. Okay. Naar jouw woord dus, hè? Ja, alstublieft. Even geduld hebben. Zoek je hem maar eens eventjes, gewoon. Ja. Hallo. Ja, dan kun je wel gaan lachen, maar je kan ook gewoon even mama zoeken. Nee, we... Oh, Artje er al. Ja, oké. Okay. Hé, hey, Mayo. Kijk. Dat bedoel ik met effetjes en met zoeken, ook. Ik weet en dat Action dat heeft, dus ga niet zo lopen eilen. Jongens, hou alsjeblieft even op. Dag. Met deze geheugen wordt mijn geheugen zomaar vol. 16. Ja, 16. De... Tuurlijk, is hij dan ook snel vol? Ja, nou ja, maar mannetje, ik zei dat het genoeg, want je hebt ook de telefoon nog. Ja, de telefoon zit ook heel vol. Ja, de telefoon wil niet zoveel op. Zomaar vol. Even kijken, product, even kijken. Vandaar, het is zomaar vol. Multimedia. Micro SD. Even kijken. Ja, ik ben een fan, kijk hem hier, staat hij niet op. Okay. En ze hebben wel deze, maar dat is daar en hij is er niks aan. Nee. Ja? Kun je zoeken? Micro SD? Ik ben even naar de wc, liever. Ja, je doet het best maar. Dit is 16, maar die moet ze niet hebben. Die heeft ze al. Ja, goed, ter vervanging van, ik denk dat niet doe. Nee, wacht eventjes, alsjeblieft. Niet doen, klaar. Hoeveel? 2, 6. Wat we kunnen doen, dat is en dus morgen even daar even langs gaan, eventjes een fotootje maken en dan even weer naar haar doorsturen. Ik ga niet nou die hele ding af. Dat ga ik echt nou even niet doen. Hij is ook alweer zo meteen bijna leeg. Ja, mooi die foto's van de man. Kun jij eventjes een mooie albumnaam en beschrijving erin zetten voor mij, alsjeblieft? Heel graag. Volle. Dankjewel. Beschrijving. Nee, dat is goed. Gewoon de grote. Dat is goed. Juist. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, lekker druk bezig mensen, ja. En ik ben blij hè, dat hij even typt, want mijn kop, dat staat ontploffen. Dat is... S'nachts, nee. Nou, s'nachts. Nee. Het is gewoon avond, want s'nachts dat is echt gewoon om 12 uur. Dat is s'nachts.
dat is 's nachts. Van 6 tot 12, dat is 's middags. Ik bedoel, 's ochtends vroeg. Van 12 tot 6, dat is eigenlijk 's middags. En van 6 tot 12, dat is 's avonds. En van 12, ja. Mam! Oh, maar weet niet. Ja, dat weet ik. Okay. Maar ik dacht dat ze alweer terug was. Okay. De nacht begint om 12 uur. Okay. Nou, voor middernacht. Ja. Dus het is gewoon 's avonds. Nee, of niet? Nederland, ja. Mama! Ja? Oh, oké. Okay. Wat is los? Kan u even Ro uitleggen wanneer het 's nachts is? Wanneer het 's nachts is? Nou, dat is rond middernacht, oftewel 12 uur, oftewel 00.00. Okay. Dan is het middernacht. Oké, dan is het middernacht. Maar er is nog 's ochtends. Dat, ja, dan begint ook gelijk de ochtend. Maar normaal gesproken is dat wanneer de boeren opstaan. En dat is meestal, vooral in de zomertijd, 5 uur. Wintertijd is later, is het 6 uur. Oké. Okay. Oké, okay, dus 's ochtends en dan heb je... Middag. De naochtend? Nee. Nee, de naochtend heb ik nog nooit van gehoord. Nee. De ochtend. Ja. Ja. Nou, en dan tussen de middag, dat is wanneer jij zit te eten. Ja, dat is tussen 12 en 5, 6, 5, 6. 12 en 1, tussen de middag, dat is je lunch. Ja, tussen de middag, ja. Oh, wacht even. Maar mam, waar het even om gaat, mam. Ja? Ik zei dus tegen Ro, van 12 uur, 's nachts, dat is gewoon 's nachts. Ja? En dat is van 12 tot 5 à 6 uur. Ja? En om 6 uur eigenlijk, tot en met 12 weer eigenlijk, is het 's ochtends vroeg. Ja, is het ochtend. En van 12 tot 5, 6 is het weer middag. Ja. En van 6 uur tot en met 12 uur is het weer avond. Ja. Oké. Okay. Dat heb ik het ook geleerd, ja. Oké. Okay. Want ik heb dus namelijk foto's gemaakt en van de maan. Moet ik even kijken hoe laat dat was, want dan kan ik allemaal weer terughalen. Dat is leuk. Kan ik allemaal weer terughalen, eigenschappen. Even kijken. Gemaakt op 2 uur geleden. Ja. Heb ik die foto gemaakt? Ja. En dan wil hij dus zeggen, in de beschrijving, van en een heel erg mooie volle maan. 'S nachts genomen uiteraard. Nee, dat is niet 's nachts. 2 uur terug. Ja, nacht voor mij is als het donker is geworden, dus na de schemer. Dus dan, en dan is het ook om 4 uur al 's nachts, wintermaanden. Nee, want dan had je het zomers ook moeten hebben, dan helemaal een heel kort nachtje. In ja. jouw ogen, Roderick. Ja. En dan, mama, maar dan heb je dus in de wintermaanden weer een hele lange nacht. Klopt. Ja, nee, dat gaat niet dat op. Klopt niet. Je moet naar de tijden kijken en niet naar de maanden of naar wanneer het dag of licht wordt of donker wordt. Nee, je moet naar de tijden kijken. Oké, okay. Want iemand zei tegen mij, we zien je dan... ook, weet ik van waar dat mag wezen, ergens ver weg, Paardenstadland, weet ik veel. Dat is maar heel even donker. Hooguit een uurtje. Dan zouden die mensen daar maar een uurtje kunnen slapen. Ja, oké. Okay. Ja? We zijn natuurlijk, ja, het gaat niet op. Je moet naar de tijden kijken en niet naar wanneer het licht of donker wordt. Ja, oké. Okay. Maar iemand zei een keer, we spreken af in de vooravond. Maar ja, ik heb geen flauw benul wanneer dat nou weer is. Vooravond, dat is vanaf 8 uur. Tot een uur, ja, nou nee, vanaf een uur of 7, zeg maar, tot een uur of 9, okay. Half 10. Okay. Dan begint de latere avond. Oh, oké. Okay. Ja. Emma, het is gewoon avond, maar het is niet in de nacht. En bedoel maar. Ja, dat ben jij. Nee.
spreek ik, Jarus. Hier ben ik. Eerst dat even weghalen. Het staat er al op, hoor. Dat is stil. Ja, kijk, goed dan. Daar hem ook hier in. Ja, maar dat is Facebook. Ah. Oh ja, wel mooi. Wow, ja. Nou, zo staat hij hier ook vlak boven me. Echt heel mooi is hij nu. Maar ja, dat red ik niet met mijn camera's. Nee, u heeft geen telelens, nee. U mag hem, mama, u mag hem wel in en in uw groep plaatsen, maar dan wel graag mijn naam erbij houden. Ja, weet ik. Maar hij is mooi. Maar ja, er zijn er meerdere mensen die dat kunnen, want ik heb nog iemand die is ook, doet ook fotograferen uit hobby. En dat heb jij denk ik ook wel eens gezien. Dat is een man en die maakt heel veel foto's van dieren. Oké, dat kan. Ja. Mijn oorsteek. Ik heb vandaag eens een keertje een nee gezegd trouwens. Gewoon nee. Tegen wie? Niet tegen mij. Ik zal het soms eens even doorsturen als mijn computer een beetje mee wil werken. Ja, ik word op mijn telefoon even meewerken. Ik probeer dat ding te sluiten in. Vertel er even nog niks over als je hem binnenkrijgt, want mijn telefoon die wil even nog even geen verbinding maken, maar dat komt zo meteen wel. Maar als je hem binnen heeft, alleen even gewoon lezen. Uh-huh. Want ik weet niet hoe lang mijn camera het weer gewoon volhoudt, want ik heb alweer gewoon één streepje. Dus moet ik even opletten. En als hij echt weer zoiets hebt van zoek het uit, dan is het ook gewoon klaar. Maar dan moet ik nog wel eventjes een eindvlogje maken. En nou ja. Ja. Maar dan heb ik hem aardig volgetrokken. Uh-huh. Want daar zeg ik al. Ik heb nu al even kijken. 3 uur en 4 minuten. Qua langste vlog. Maar hij is ook niet bewerkt. Hè? Gewoon er zo in plempen en zo meteen gewoon exporteren. Helemaal verder is niks. Dus dat is wel het leukste. Heb je nog een soepie of iets anders? Ja, doe maar even mijn warme chocolademelk. Lekker. Als je wil. Ah, nee, koffie. Waarom wil mijn telefoon niet wat ik wil? Kom. Shit. Hugo, kijk, u heeft het binnen, man. Moet ik gewoon eventjes naar mijn telefoon lopen? Dan. Wat is het? Ja, gewoon even gewoon rustig lezen, niet te hard. En want ik weet namelijk dat diegene dus ook naar mijn vlogs kijkt. Dus ja, dan is dat niet echt fijn om dat dan ook nog eens een keertje even hier hardop in te noemen. Lijkt mij. Niet echt handig.
vragen ze kan, nee. En wat zei je? Nou, moet ik even zoeken wat ik zei. Even kijken hoor, Monumento. Stuur ik even alles even door. Bericht doorsturen. Die doorsturen, die doorsturen, die stuur ik door. Moet ik even die hebben, moet ik even u weer hebben. Even daar ook. Alsjeblieft. Oh, wat gebeurt er nou? Geen idee, weet ik veel. Ja, ik doe wat fout. Jij kan niet. Ja, ik wel doe wat fout. Oh. Dus we gaan proberen iets te herstellen. Dus ja. Dus ja, maakt helemaal niet uit, geeft niet, maar dat heb ik dus gezegd. Geen idee waarom het daar blijft staan. Hij is daar sluimerend. Maar dat doet hij niet, dat is een schild. Ja, toen zei mijn dingetje weer van ik ben weer leeg. 38 seconden, 37 seconden, 36, 35... Dan gaat hij ook kussend uit. Hij is echt gewoon goed leeg. Nou, heb je het toch goed gedaan? Ja, daarom. Maar wacht eventjes. Monumento, hij is nog even bezig met mijn camera. Want mijn camera die is bijna leeg, maar ik heb nog 20 seconden. Dus maar. Ga ik hem weer zo meteen even opladen. En dan is het daarna gewoon nog voor 12 uur nog even een bedankje sturen. Nee, want ik doe hem daar weer zometeen. Dus, scheelt. Ja, scheelt. Nou, ik wil jullie sowieso onwijs bedanken dat jullie toch de moeite hebben genomen om te kijken naar de langste vlog die ik heb gemaakt vandaag. Het is nu 23:52, dinsdag 30 januari. Ja. Dit was dus een challenge die ik zelf heb bedacht en met Mr. Storytime Squad. Dus eens even kijken hoe de ander het gaat doen. Ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken. En vergeet niet te abonneren en ook niet een blauw duimpje omhoog te doen. En doe het belletje aan, want dan blijf je sowieso op de hoogte. Ik zou zeggen, dankjewel en tot mijn volgende vlog weer.